Goedemorgen, schermkijkers in het ganse land. Welkom vanuit Nieuwspoort hier in Den Haag bij deze webcast met hier en daar wat dialoogmogelijkheden met als titel Route 2030 ligt Nederland op koers om de SDG's te halen. We hebben twee aanleidingen om vandaag hier te zijn. De eerste is het CBS-rapport. Die brengt vandaag de Monitor Brede Welvaart en SDG's 2020 uit. En ook verschijnt vandaag de vierde nationale SDG-rapportage, getiteld, samengesteld door de Rijksoverheid. Meer dan genoeg aanleiding om eens te gaan bespreken waar we staan en wat er hierna moet gebeuren. Kan het anders en moet het ook anders en beter? Dan ook nog eens de coronacrisis. Hoe gaan we samen, dat is eigenlijk de grote vraag, een betere, duurzamere wereld maken, ook bij zware economische tegenslag? En hoe kunnen de SDG's ons daarbij helpen? We hebben vandaag natuurlijk een volledig COVID-proof opstelling. De meeste mensen zitten thuis achter een scherm. Betere spatschermen zijn er niet. En de mensen hier in de studio die zitten in geheel ontsmette toestand op gepaste afstand. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door SDG Nederland, MVO Nederland, Partos, Building Change en ook de Rijksoverheid. We hebben twee delen. Je hebt een hele korte pauze, ongeveer 5 minuutjes. Die kan je net even gebruiken om een paar push-ups te doen. Dan blijf je toch fit tijdens het lange kijken. En in deel 1 zetten we de feiten op een rijtje. Waar staan we? Deel 2 gaan we kijken hoe we de wereld beter en weerbaarder kunnen maken met behulp van de SDG's. Iedereen die nu aan het kijken is, die kan tijdens de hele webcast reageren. Hier staat hij, daar stond hij net. Dat kan als je inlogt op pigeonhole.at. Dus duivenhol.at. En de eventcode die je moet invoeren is route 2030. En een paar van de meest gestelde vragen die gaan wij proberen hier aan tafel te beantwoorden. Voor de officiële opening ga ik in gesprek met minister Kaag. Maar de ministerraad is in verband met hemelvaart een stuk vervroegd vandaag. Dus we hebben dat gesprek van tevoren opgenomen in alle vroegte. En ik was blij dat ze toch ruimte kon vinden om met ons deze officiële aftrap te doen. Kijk naar minister Kaag. Minister Kaag, goedemorgen. Goedemorgen. Wat fijn dat u toch nog even aan kon schuiven, want de ministerraad is eerder. Dus dit is in alle vroegte. Ik wil eigenlijk even beginnen. Hoe gaat het met u? Nou ja, bij leven en welzijn eigenlijk. We zijn allemaal gezond thuis, mijn kinderen, mijn man. En dat is eigenlijk zeker in deze tijden is dat zeker het belangrijkste. Altijd, maar nu helemaal. Ja. Maar nu heb je een extra bewustzijn hoe fragiel het leven eigenlijk is. En als bewindspersoon, er komt zoveel op u af. Ja, ik werk natuurlijk alleen maar eigenlijk van huis. Af en toe wat werkbezoeken. Mijn grote taak is eigenlijk natuurlijk te kijken hoe we de handel weer kunnen herstarten. Op een gegeven moment bedrijven op een gegeven moment weer digitaal in ieder geval te laten werken. En de andere kant is natuurlijk de allerarmste der armen die echt afhankelijk zijn van de manier waarop we de SDG's kunnen behalen. Ja, maak je zich zorgen? Ik wel. 10% van de werkgelegenheid wereldwijd gaat weg. Ja. Al die dingen, dat kost mij wel een uurtje slaap af en toe. Ja, absoluut. Het is een somber verhaal. En het is natuurlijk ook wel noodzakelijk dat we gaan denken hoe het anders kan, waar de mogelijkheden liggen. En we hebben niet de luxe om keuzes te maken. We moeten nu echt harde prioriteiten stellen. Met z'n allen internationaal. Ja, want een pandemie geeft ook een wereldbeeld. Hè? Absoluut. Dat we ineens denken, we staan er niet alleen voor. In september bestaan de SDG's alweer 5 jaar. Ja. En de komende 10 jaar is door de United Nations uitgeroepen tot Decade of Action. U als coördineerd minister, bent u tevreden hoe het gaat in Nederland met de SDG's? Het is gevarieerd. Ik ben heel erg tevreden over het dagelijks groeiend bewustzijn onder jonge mensen, maar ook bij bedrijven, lokale overheden. Iedereen is er op een of andere manier mee bezig. Dus het is niet zoals in het verleden met de Millennium Development Goals, dat het echt zoiets was van, nou, dat is voor ontwikkelingssamenwerking. Ja. Het is duidelijk dat het universeel is en dat elk land moet kijken waar ze staan op de kaart in de voortgang. Maar als je kijkt naar de resultaten, dan zijn we natuurlijk nog steeds op het doel van, op het gebied van klimaat bijvoorbeeld. Maar ook gender. Alles wat met man en vrouw gelijkheid heeft te maken. Mm-hmm. Bijvoorbeeld ook in het politieke leven. Daar is toch wel, daar zijn nog wat stappen te maken. En dan hebben we nog de biodiversiteit, de stikstof. Noem ze allemaal maar op. Ja. Dus dit ligt nog een hoop. Dat is duidelijk. Hè? Ja. We merken het, elke dag is de politiek en zijn de mensen in het land ermee bezig. Maar je moet keuzes maken. En ik denk dat deze periode ons ook weer dwingt tot nadenken. Welke kant gaan we op? Ja. Waar bent u, als u terugkijkt, het meest blij over? Ik ben voor Nederland of voor wereldwijd? Nederland. Ja, nou, mag ook. Maar. Ik denk wereldwijd zijn er heel veel successen geboekt. Maar die staan natuurlijk nu onmiddellijk onder druk. Door de pandemie. Naar Nederland natuurlijk is het echt zoiets. Wij waren in een enorme luxe positie al als 17e economie in de wereld. We hadden heel veel welvaart. Dus voor ons gaat het om het verfijnen
doortrekken, doorduwen en ook weer leiderschap durven te pakken. Ja. Nou is het CBS-rapport van vandaag bezig met brede welvaart. Ja. Voor zover je daar op dit moment over mag spreken. Het gaat ook over de combinatie met de SDG-voortgang. Ja. Hoe verhouden die twee zich tot elkaar wat u betreft? Ja, ik denk dat de brede welvaart gaat ook natuurlijk vooruit van het kwaliteit en hoe mensen, de welvaart en de kansen die we nog hadden, in ieder geval in Nederland, als ik even periode voor pandemie kijk, hoe ze dat beleven. De SDG's zijn natuurlijk een plan. Je hebt doelen, je hebt indicatoren, het is je routekaart hoe je er kunt komen. En die twee zijn natuurlijk integraal met elkaar verbonden. Maar kwaliteit is een ontzettend belangrijke factor natuurlijk. Ja, en als u dan doorkijkt naar de tweede helft van het jaar, ziet u dan dingen die echt gaan verschuiven, die anders gaan worden? Nou, ik heb geen glazen bol, vrees ik. Maar we kunnen natuurlijk allemaal wel beseffen dat we door een diepe recessie zullen gaan. Mm-hmm. Als je vandaag de cijfers leest over hoeveel mensen nu al zich hebben moeten aanmelden voor een werkeloosheidsuitkering. Ja. En dit is nog maar het begin. Dus ik denk dat we allemaal goed onze riem goed vast elkaar, moeten binden. Als het weer mag. En elkaar. Ja. En heel erg kijken hoe we de meest kwetsbare sociaal-economisch en natuurlijk qua gezondheid kunnen beschermen, maar ook weer de economie kunnen herstarten en herbouwen. En daar zijn de SDG's natuurlijk een belangrijk element in. En dat vind ik interessant. Herbouwen, dat is toch dat we echt dingen gaan veranderen. Ja. Hoe kunnen die SDG's ons daarbij helpen? Niet alleen omdat ze duidelijk zijn, ze zijn meetbaar en ze zijn kwalitatief. Als je op alle factoren kijkt, als je naar onderwijs kijkt, als je kijkt naar industrie, als je kijkt naar werk, wat voor werk en natuurlijk de verduurzaming, vergroening. Men dacht, denk ik, voor het klimaatakkoord en de klimaatwet, dacht men vaak dat vergroening iets marginaals was. Veel bedrijven, maar ik denk ook mensen, weten dat vergroening de weg is naar de toekomst. En ook je zogenaamde weerbaarheid voor toekomstige shocken. Mm-hmm. Dat is niet een kwestie van links-rechts. Dat is een kwestie van breed, verstandig kijken en investeren. Met elkaar echt kijken van al het geld, ook wat we nu gaan investeren. Absoluut. Moeten we dat ook labelen vanuit de overheid? Dat we zeggen van je krijgt het wel, maar laten we het een beetje voorsorteren op die nieuwe wereld die we gaan maken? Nou, we doen natuurlijk al heel veel aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ik denk dat het ook heel belangrijk is inderdaad dat we dat doortrekken en kijken waar geïnvesteerd wordt, waar voldoet het aan, wat verwacht eraan. Dat is ook een manier van kwaliteitseisen stellen. En misschien nog duidelijker zeggen nu dan we tot voorheen deden. Ja, het is geen kwestie meer van vind je het leuk. Nee. Het is noodzakelijk. Ja. Dan zijn we het helemaal eens. Hoe gaan we dat betalen, minister Kaag? Betalen is natuurlijk de grote vraag. Hè. We willen natuurlijk in eerste instantie echt weer de economie op gang helpen. Zo goed en kwaad als dat gaat. Met alle tegenvallers. Vooral natuurlijk op menselijk niveau. Dat is één. Maar als je kijkt naar de SDG's, dan is dat ook gewoon een instrument van planning. Mm-hmm. Van waar wil je naartoe? Hoe wil je eruit komen? Financiering is altijd een groot vraagstuk. In Nederland, na de diepe zakken die we natuurlijk heel goed hebben besteed, is het ook een kwestie van herverdeling van relatieve schaarste. Het grotere vraagstuk is natuurlijk buiten Nederland en Europa. Ja. En daar is de acute schaarste. En we moeten heel erg met de financierders, met de banken, maar ook het grotere bedrijfsleven kijken hoe we die investeringen het beste kunnen plegen. Dit is geen kwestie van korte termijn of even je adem inhouden en het komt wel weer goed. Nee. Het is langer termijn, rustig, met z'n allen. En een beetje geduld, vrees ik. En we hebben een scope van 10 jaar. Dat is niet heel lang, maar wel veel langer dan de gemiddelde politieke reikwijdte. Ja, absoluut. Dus helpt dat ook om dan de goede keuzes te maken? Dat we zeggen, hé, dit plan hebben we, dan gaan we dat gewoon niet meer doen. Dat zou nu extra kunnen steunen, denk ik. Ik denk het wel, maar het probleem is nu, denk ik, wereldwijd dat we een enorme terugval zullen meemaken. Mm-hmm. Dus we lopen alweer achter op waar we dachten dat we waren. Dat klinkt een beetje als zoiets van, oh, ik heb mijn examen niet gehaald, maar ik kan nog even inhalen volgende keer. Zo werkt het helaas niet. Dit is de systemische shock die we wereldwijd, ook in Nederland, hebben ondergaan en zullen ondergaan, is dusdanig dat je inderdaad de SDG's moet gebruiken om een soort koersverandering te benutten. Gaan we doen. Heeft u nog een duurzame boodschap tot slot voor iedereen die kijkt? Er zitten heel veel mensen in het land duurzame boodschap. Ja. Nou, ik zou zeggen, nee, eigenlijk op heel individueel niveau, zoek nog eens op wat de 16 SDG's, 17, maar de 16 inhoudelijke en 17 voor partnerschappen, samenwerking, wat dat voor jou zou betekenen en welke ene keuze kun je eruit maken waar jij als mens een verschil in kunt maken. We kunnen het allemaal. En dat je dan weet dat we dat allemaal doen en samen veranderen is leuk. Ja, zo is het eigenlijk begonnen vroeger toen ik nog klein was, oud papier verzamelen, wegbrengen.
En daarna doe je plastic. 6 cent per kilo, ik weet het nog. Precies. Nou ja, en dat was best wel veel waard. Ja. Denk klein, maar het wordt heel groot. Het is allemaal een kwestie van keuzes en we zijn er zelf allemaal bij. En het moet. En het moet. Minister Kaag, dank u wel. Dank u wel. Ja, goed om te horen dat we samen die nieuwe wereld moeten gaan maken. Als jullie thuis proberen te chatten via pigeonhole.at, af en toe moet je even je scherm refreshen, want dan kan je weer fris een nieuwe vraag stellen. Bij mij aan tafel is gaan zitten de Nationaal Coördinator voor de SDG's, Sandra Pellegrom. Sandra, fijn dat je er bent. Dank je. Jij gaat straks uitgebreid op je eigen rapport in. Maar eerst willen wij eigenlijk kijken naar de monitor Brede Welvaart en SDG's 2020. Die is vandaag uitgekomen. En Jan-Pieter Smits van het CBS die gaat daar op reflecteren. Hij is ook hoogleraar Quantification of Sustainability aan de Technische Universiteit Eindhoven. Hij belt in, denk ik, nu vanaf het CBS. Klopt dat, Jan-Pieter? Ik hoor je nog niet, dus we gaan even kijken of we er wat geluid bij kunnen toveren. En jij krijgt ongeveer een minuut of 12 tot 15 om eens even flink de feiten achter elkaar te zetten. Jan-Pieter. Prima. Ik hoop dat ik hoorbaar ben. Loud and clear. Goed zo. Monitor Brede Welvaart en de SDG's voor 2020. Een presentatie in wel heel bijzondere tijden gezien de coronacrisis. Overigens een coronacrisis die ons natuurlijk ook laat zien, en we zitten nu volop in dat maatschappelijk debat, dat het afwegingskader niet langer alleen een economisch afwegingskader is. Ook zaken rondom volksgezondheid, de maatschappelijke verdeling, hoe de crisis een impact heeft op diverse groepen. Het is allemaal heel erg actueel. En dit zijn ook allemaal zaken die in de Monitor Brede Welvaart en de Sustainable Development Goals worden geadresseerd. Een monitor waarin we twee denkkaders als het ware integreren. Het denkkader van de Brede Welvaart en dat van de Sustainable Development Goals. En dat is denk ik een heel erg gelukkig huwelijk. Allereerst de kracht van de SDGs. Het is een mondiale agenda. Dus we kunnen zien hoe Nederland aan die mondiale agenda kan bijdragen. Tweede belangrijk punt. Er zijn doelen gesteld. Het is geen vrijblijvende agenda. Zoals minister Kaag net al zei. Er zijn duidelijke doelen gesteld. En we monitoren ook in hoeverre Nederland op weg is om die doelen te halen. Er is sprake van een SDG Plus rapportage. En dat komt omdat wij een aantal brede welvaartsindicatoren hebben geïntegreerd in het SDG-raamwerk om een aantal accenten te leggen van zaken die voor specifieke Nederlandse beleidscontext zo belangrijk zijn. Het laatste punt voor wat betreft die integratie van de brede welvaart in de SDG's is dat de SDG's... Is het geluid hier naar zachter gezet? Of? Naar afzonderlijke SDG's. In de Monitor Brede Welvaart kijken we ook nog overkoepelend. Hoe staat het nou met onze brede welvaart op dit moment? Wat is de levenskwaliteit in de Nederlandse samenleving nu? En in hoeverre bouwen wij onze welvaart op een manier dat we geen druk leggen op toekomstige generaties, doordat we de hulpbronnen uitputten, of dat we een druk leggen op mensen elders in de wereld, met name in ontwikkelingslanden. Dus brede welvaart hier en nu, later en elders. Nou, laat ik nu in kort bestek de SDG's doorlopen om te kijken hoe Nederland er momenteel voor staat. Nou, we zien de laatste jaren sterke economische groei en in lijn daarmee ook de toenemende arbeidsparticipatie. We zien ook dat de arbeidsduur per week in Nederland is toegenomen. Hoewel we nog altijd kampioen zijn wat betreft het gering aantal uren dat wij in een week werken. 25ste van de 20 landen in Europa. Van werknemers is de meest stabiel de laatste jaren. Als negatieve kanttekeningen toenemen van psychische moeite met werknemers. En ook een minder tevredenheid met onze vrije tijd. Hè, doordat we gewoon met z'n allen meer zijn gaan werken. Kijken we naar hoe die economische groei gevoed wordt, dan zien we een sterke toename van de arbeidsproductiviteit. Dat zien we in de SDG 8 zien we dat terugkomen. We zien een stijging van het kenniskapitaal, waarbij we echt een koppositie in Europa innemen.
En we zien, de cijfers van het afgelopen jaar zijn dat, heel veel vertrouwen van consumenten, producenten en ondernemers. De pijler onder de economische groei is een sterke kenniseconomie. Wordt in SDG 9 gerapporteerd. We zien bijvoorbeeld een toename van het aantal gewerkte uren in de sector van research and development. Kijken we naar de structurele basis van de economie, dan is natuurlijk de houdbaarheid van ons financieel stelsel, de financiële houdbaarheid van groot belang. Nou, we zien dat de schulden van huishoudens vrij stabiel zijn, maar de schuld van huishoudens is naar Europese maatstaven wel groot. We staan op een 23ste plek van de 25 landen waarvoor we dit hebben kunnen meten in 2018. We zien ook een stijging van de gemiddelde hypotheekschuld. Daartegenover, positief gezien, is de overheidsschuld verbeterd. We zitten in een wat ruimer jasje, wat voor het aanpak van de coronaproblemen waar de samenleving zich nu mee geconfronteerd ziet, is dat de overheid dus ook wat meer armslag heeft om zaken aan te pakken. Ten slotte, als basis voor de economie en de samenleving zijn de instituties heel belangrijk. SDG 16 gaat daar dieper op in en we zien op tal van terreinen daar groene trends, positieve ontwikkelingen. En qua institutionele kwaliteit staat Nederland ook heel hoog in Europa. Na al deze focus op economische groei is natuurlijk de vraag, profiteren we daar wel allemaal gelijkelijk van? Nou, SDG 1, geen armoede, gaat op die vraag in. Allereerst valt op dat de BBP-groei heel sterk is geweest. Als we vanaf 1995 kijken, is die met 60% toegenomen. We zien dat de huishoudens daar minder van profiteren. Daar zien we een groei van de materiële welvaart met 40%. En niet iedereen van die huishoudens weet daar in een zelfde mate te profiteren. We zien een stijging van de armoedekloof. Dat zien we in SDG 121. We zien een stijging van het aantal huishoudens dat langdurig van laag inkomen zit. Positief punt wel, minder kinderen die in armoede leven. Kijken we specifiek naar gendergelijkheid, SDG 5. Dan zien we dat de beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen, dat die zijn afgenomen. Dat is uiteraard een positieve ontwikkeling. Wel een aantal kanttekeningen, het aandeel van vrouwen in het parlement gedaald en we zien ook een laag aandeel van vrouwen in managementposities. In 2018 hebben we het voor 26 landen kunnen meten. Nederland staat daar op een 25ste plek. Ook opvallend de lage gezonde levensverwachting voor vrouwen, 22ste van de 28 landen in 2018. Behalve de verdeling van de materiële welvaart is het ook goed om te kijken naar de meer immateriële kanten van de welvaart. Zoals bijvoorbeeld de gezondheid. Nou, SDG 3 kijkt daarnaar en dan zien we dat het aandeel van de bevolking dat de eigen gezondheid als goed ervaart, dat percentage is gedaald de afgelopen jaren. Hoewel we nog altijd op een royale 5e plek in Europa staan. We zien het probleem van het overgewicht toenemen. Er wordt in SDG 2.2.2 wordt dat gerapporteerd. Daarentegen het alcoholgebruik en roken, daar zien we een duidelijke verbetering in de afgelopen jaren. Ook belangrijk voor de kwaliteit van leven is het onderwijs. Daar zien we een dalende participatie in de voorschoolse educatie. Daartegenover staat minder vroegtijdig schoolverlaters en een toenemen van het leven lang leren. Dus dat zijn een aantal positieve ontwikkelingen in SDG 4. Wat betreft de kwaliteit van onze woningen, SDG 11, ook een belangrijk aspect voor onze levenskwaliteit, zien we dat het aanbod van het aantal woningen, dat stabiel is. Wel een groeiend aantal mensen dat te klein behuisd is. De prijzen voor de aanschaf en het bezit van woningen die stijgen. En we zien ook dat die woonkosten
woonquote, het aandeel van het beschikbaar inkomen dat wordt besteed aan wonen, dat dat in Nederland naar Europese maatstaven erg hoog ligt. Belangrijk in de lijstjes van ergernissen van burgers, een negatieve impact op de kwaliteit van leven, de fileproblematiek. We zien een stijging van het tijdverlies door files en vertragingen. En dus ook een dalende tevredenheid van burgers met de reistijd in het kader van het woon-werkverkeer. Ook een stijgende geluidshinder door verkeer en trouwens ook door overlast door buren. Die beide fenomenen worden in één indicator samengenomen. Los van SEC, de tevredenheid met het wonen, wordt ook gekeken in SDG 11 naar meer breed de leefomgeving in de steden. Daar zien we bijvoorbeeld een vermindering van het gemeentelijk afval. We zien ook verbeteringen op het gebied van de uitstoot van bijvoorbeeld verzurende stoffen en de blootstelling in steden aan fijnstof. Daar treden allemaal verbeteringen op. Ook verbeteringen voor wat betreft het slachtofferschap van misdaad. Enige indicator die wel de aandacht hier trekt, is de mate waarin burgers onaangenaamheden ervaren in de buurt waar ze wonen. En daar neemt Nederland een 26e plek in van de 28 landen op de ranglijst in 2018. Dus nogal veel ergernis over dingen die in de buurt spelen. De veiligheid, SDG 16, de indicatoren op het gebied van veiligheid, criminaliteit zijn stabiel op een aantal punten verbetering. Niet alleen zien we de misdaadcijfers afnemen, ook Nederlanders gaan zich gemiddeld genomen veiliger voelen. Laatste stuk, de maatschappelijke ontwikkeling, de economische groei, is die groei ook duurzaam of niet? Nou, allereerst SDG 7 gaat over betaalbare en duurzame energie. En daarin zien we dat er heel veel goede impulsen worden gegeven aan de economie. De werkgelegenheid, de investeringen in de duurzame energiesector, die nemen toe. Maar nog altijd zien we dat het opgesteld vermogen voor hernieuwbare energie echt heel laag is naar Europese maatstaven. Ondanks dus alle beleidsimpulsen die zijn gegeven, nog altijd een 22e plek van 26 landen waarvoor we die informatie hebben in 2018. Kijken we naar verantwoorde consumptie en productie in SDG 12, dan zien we heel belangrijk een verbetering van de grondstoffenproductiviteit. We gaan dus gemiddeld genomen efficiënter met onze grondstoffen om. En dat zien we onder andere terug in de verbetering van de recycling van gemeentelijk afval. En we zien ook dat Nederland, behalve voor wat betreft dat gemeentelijk afval, ook voor de recycling van gevaarlijk afval, het Europees gezien, heel goed doet. Dan de landbouw, de voedselproductie en wat daarmee samenhangt. Daar zien we veel groene trends, positieve ontwikkeling voor wat betreft de biologische landbouw, eiwitrijke gewassen, een dalend gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen en een dalend gebruik van antibiotica. Dan de drie SDG's, SDG 13, 14 en 15, waar we echt op de kern komen van de problemen rondom klimaat en natuur. SDG 13, klimaatactie. Nou, we zien dat de broeikasgasemissies, volgens de IPCC-definitie, dat die emissies per inwoner, dat die dalen. Daar zien we dus een verbetering, maar Nederland staat daar nog altijd op een 24e plek in de EU 28. Wel de broeikasgasintensiteit van de economie, dus de mate waarin de economie inderdaad rust op de emissies van broeikasgassen, daar vindt een verbetering plaats. SDG 14, leven in het water, daar zien we een stabiele trend voor wat betreft de Clean Water Index, een van de officiële SDG-indicatoren, maar we zien dat het leven in de Noordzee, de fauna Noordzee, dat die een verslechtering te zien geeft.
SDG 15 dan, leven op het land. Daar zien we positief een toename van de beheerde natuur in Natuurnetwerk Nederland. Daar gaat het om bestaande en nog aan te leggen natuur en agrarisch natuurbeheer. En we zien stabiele trends voor het fosforoverschot en het stikstofoverschot. Nederland staat overigens wat dat stikstofoverschot betreft op de 17e plek van de 17 landen waarvoor wij cijfers hebben. Ten slotte, los van de 16 SDGs, de 17e die door minister Kagel werd genoemd, het partnerschap om de doelstellingen te bereiken. Nou, wat we daar aan indicatoren hebben laten zien, dat de overdrachten van mensen die naar Nederland gemigreerd zijn, arbeidsmigranten, de gelden die zij sturen naar mensen in het land van herkomst, dat die inkomensstroom voor de mensen in die landen toeneemt. Nederland nog altijd wordt gekarakteriseerd door een hoog niveau van ontwikkelingssamenwerking als percentage van het BBP. En ook is de handel met de allerarmste landen, de least developed countries, die handel is in de laatste jaren natuurlijk voor heel positief uit kan pakken. Samenvattend, als we kijken naar de internationale vergelijking van hoe doet Nederland het nou voor de verschillende SDGs, dan zien we dat Nederland heel sterk scoort op het gebied van SDG 1, geen armoede, SDG 10, ongelijkheid verminderen, en SDG 16, als we naar de instituties kijken. Minder sterke of wel verontrustende scores voor Nederland qua SDG 7, de betaalbare en duurzame energie, SDG 13, klimaatactie, en tenslotte SDG 15, leven op het land. Dank voor uw aandacht. Jan-Pieter Smits, dank voor je toelichting. Mag ik je vragen nog even in de digitale wachtkamer te gaan plaatsnemen? Want ik ga eerst met Sandra in gesprek. En dan komen daarna misschien uit de chat vragen ook nog voor jou. Je merkt wel, Sandra, dat het echt ook nog een verhaal is wat tot de crisis is, hè? Die rapportage die gaat natuurlijk over afgelopen jaar. Ja. Dus ik ben ook benieuwd wat de rapportage voor volgend jaar zal gaan brengen. Ja, misschien met meer pluspunten, maar misschien ook wat dingen die dan weer veel moeizamer worden. Even nog, u kunt nog steeds vragen stellen via de chat op pigeonhole.at. En de eventcode is route 2030. Laten wij het gaan hebben over het vierde STG-rapport Nederland ontwikkelt duurzaam. Misschien goed vooraf te vermelden dat het rapport is samengesteld door de Rijksoverheid samen met jongeren, het bedrijf, de financiële instellingen, het maatschappelijke middenveld, dat is een hele lijst, hè? De decentrale overheden, de kennisinstellingen en het College voor de Rechten van de Mens. Dus het is een breed gedragen rapport. Ja. Voelt dat ook zo voor jou? Ja, ik vind het is heel uniek, hè, in de wereld. Wij zijn eigenlijk als Nederland het enige land dat een nationale rapportage over de SDG's eigenlijk met alle geledingen in de samenleving samenstelt. En het geeft denk ik ook aan hoe breed en hoe groot die beweging rondom de SDG's in Nederland is. Ja, en we merken nu ook steeds meer dat het ook echt een routekaart wordt om gebruik van te maken. Dat is wel wat ik er zelf heel fijn aan vind. Ja, ik lees ook ontzettend veel mooie voorbeelden in de rapportage precies daarvan. Dingen die ik bijvoorbeeld heel mooi vond om te lezen in de rapportage. En ik pak er een paar uit, hè, want het staat vol met goede voorbeelden. Maar wat je ziet is dat bijvoorbeeld decentrale overheden, die gebruiken die SDG's steeds meer om hele ingewikkelde problemen waar zij mee kampen in samenhang aan te pakken. Omdat ze zien dat als je dat in samenhang doet, dat de uitkomsten dan beter worden. Mm-hmm. Ik zag goede voorbeelden van gemeenten die bijvoorbeeld met de omgevingsvisie aan de slag gaan met behulp van die SDG's. Of waterschappen die naar de SDG's kijken en die zeggen van, hey, misschien kunnen wij wel energie winnen uit afvalwater. Dus dat vind ik prachtige voorbeelden. Het brengt je ook op ideeën. Ik denk dat als je hem leest, dat het zeker op ideeën brengt. En zeker op lokaal niveau kun je dus heel goed met die SDG's aan de slag. Mm-hmm. Waar werd je minder blij van als je naar het afgelopen jaar kijkt? Sorry, wat zei je? Waar werd je minder blij van? Ik ben over het algemeen wel een blij persoon, hè? Dus ik praat vooral met mensen die echt heel goed aan de slag zijn. Mm-hmm. Ik denk zelf dat wat we het komende jaar nog zouden kunnen doen, is al die mooie voorbeelden, hè? Goede voorbeelden, goede initiatieven die je ziet, dat we gaan kijken hoe we die kunnen opschalen.
Ik merk dat het nu heel vaak nog op één project blijft. In één gebied, in één stad. Met één SDG-nummer erbij. Nou, wat ik wel zie is dat mensen steeds meer SDG's verbinden. Maar dat is heel belangrijk. Maar misschien kunnen we ook met elkaar kijken van, hoe kan je nou al die goede voorbeelden opschalen, zodat je gewoon het effect veel groter maakt. Daar zou ik het komende jaar wel een zet aan willen geven, denk ik. En niet alleen via een jaarlijkse rapportage over praten, maar ook echt per keer zeggen, kijk eens, dit doen we, het werkt, dit hebben we verbonden met elkaar. Dan gaat er ook echt een enorm stimulerende werking vanuit, hè? Ja, zeker. Dus ik denk dat als we met elkaar kunnen kijken van, hoe kun je nou die goede projecten nemen? De minister noemde al de financiële sector. Daar zijn ook allerlei ontwikkelingen met ideeën over hoe kun je nou op een nieuwe manier financieren. Als je dat bij elkaar pakt, dan kunnen we misschien wel echt die schaal bereiken die we nodig hebben. Toch belangrijk, we zeiden het al, tot maart ging het fantastisch. Toen kwam de corona-ellende. Hoe gaat de verdere uitvoering van die SDG's, we hebben nog een krappe 10 jaar. Hoe gaat het dat hele proces beïnvloeden? Die crisis die is er en die is nog niet weg. Nou, de minister gaf al duidelijk aan dat het risico natuurlijk heel groot is dat we op achterstand gaan raken. Terwijl, we waren er nog niet. En zeker wereldwijd is dat een issue. Maar ook voor Nederland denk ik dat de crisis heel duidelijk maakt dat je moet blijven investeren in brede welvaart en in de SDG's. Ik denk dat hoe dichter je daarbij bent, hoe steviger je uitgangspositie is als er een volgende crisis over je heen komt. Maar we zitten nog in deze. Je hoort heel erg, we zijn nu ook een beetje aan het redden wat er te redden valt. Hoe kan je nou toch vanuit die verandering in de nieuwe wereld, het nieuwe normaal krijg ik mijn smoel niet uit, maar wel een nieuwe wereld die we samen maken. Hoe kan je dan met die SDG's toch meer richting krijgen en ook misschien zelfs wel versnellen? Ja, door ze als kompas te gebruiken bij de discussie over beter herstel. Wat ik ook heel belangrijk vind is dat we daarbij de stem van de jongeren goed horen. Mm-hmm. In de rapportage staat een heel mooi hoofdstuk wat door de jongeren samen geschreven is. En zij zeggen van we maken ons zorgen over onze toekomst. En dat was nog voor corona. Maar in de corona herstel heb je natuurlijk het risico dat we heel veel dingen moeten gaan doen die nog decennia lang hun toekomst gaan bepalen. Ja. En zij zeggen eigenlijk tegen ons, als je investeert in de SDG's, dan investeer je in onze toekomst. Dus ik hoop dat we dat echt kunnen meenemen in de beter hersteldiscussie. En des te essentiëler nu, want door de coronacrisis, de eerste ontslaggolf zit nu bij jongeren voornamelijk. Dus die worden nog verder op achterstand gezet. Dus zaak voor ons allen om zeer goed naar ze te luisteren, denk ik. Ja, vind ik dus ook. En zij maken zich zorgen, maar ze geven ons ook hele concrete aanbevelingen. Dus ik denk dat het voor iedereen belangrijk is om zeker ook dat hoofdstuk goed te lezen. Noem maar eens één. Wat zeggen de jongeren nou tegen ons? Bijvoorbeeld van luister naar ons, hoor onze stem en betrek ons ook bij die post-corona-discussie. Wat ik mooi vind is dat je wel merkt dat daar ook echt aandacht voor is, ook in de politiek. De generatietoets die nu ook door het kabinet gaat worden ingevoerd. Dus daar is aandacht voor, maar laten we dat zeker ook bij het herstel uit die crisis, laten we met jongeren ook in gesprek gaan en naar hen luisteren over wat zij voor de toekomst zien. Ja, als we naar alle SDG's kijken, 16 plus 1. Ik ben echt van die laatste eigenlijk, verbinden en het aan elkaar knuppen. Wat zou de belangrijkste toegevoegde waarde heel concreet kunnen zijn van de SDG's voor de komende jaren? Los van de kompasfunctie. Ja, precies. De minister heeft natuurlijk al het een en ander daarover gezegd. Kijk, wat mooi is dat natuurlijk, en de minister noemde het al een plan. Hè? Het is een plan voor een betere toekomst, waar eigenlijk alles in zit. Het gaat over de mens, het gaat over de planeet, het gaat over onze welvaart, onze steden. Dus het is eigenlijk ook een manier om mensen te verbinden die met hele verschillende doelen bezig zijn. En juist dat verbinden tussen verschillende doelen, dat gaat ons denk ik in de komende 10 jaar helpen om voortgang te boeken. Als je bijvoorbeeld kijkt naar duurzame energie. Hele mooie voorbeelden van hoe je dat lokaal kunt opwekken. Mm-hmm. Op een manier die ook de omgeving gezonder maakt in de stad. Maar die ook toegankelijk is voor mensen met een kleine beurs. Dat soort voorbeelden, daar moeten we met elkaar naar zoeken. Voor ons allemaal. Win-win oplossingen. Ja. Dat helpt de SDG's echt doen. Nou hoorde ik bij Jan-Pieter al even van, het is niet meer vrijblijvend. Dat vind ik mooi, dat zei de minister ook. Ik merk een beetje een verschuiving van economische waarde naar echte waarde. Dat kan met een SDG versneld worden. Als je dat totaalbeeld bekijkt, hoe positief ben je over die komende 10 jaren? Want we gaan een hele zware periode in. Hoe houden we het roer recht en het hoofd omhoog? Wat ik heel mooi vond is dat eind december geloof ik zei de Volkskrant, we gaan de Transition 20s in. En toen dacht ik van, dat maakt mij wel optimistisch. Want ik heb ook het gevoel dat iedereen steeds meer voelt dat dat ook echt een beweging is die gaande is. Mm. En die ook vooruit gaat en die dus niet meer teruggaat. Ik denk dat met die SDG's, zeker wat ik al zei op lokaal niveau, kun je ook aan de burger laten zien, en dat is heel belangrijk, dat verandering niet betekent dat dingen minder of slechter worden. En dat het eng is. En dat het eng is. Ja. Maar dat je juist ook met die SDG's in de hand kunt laten zien
het wordt wel anders, maar het wordt ook goed en zelfs beter en toekomstbestendig. Dus ik denk dat dat ook heel belangrijk is, dat je laat zien wat dat betekent. Ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat we samen veranderen, ik blijf het maar zeggen. En dat het eigenlijk leuker is dan in je eentje doormodderen. Ja, nou, en als je die rapportage leest, moet iedereen echt doen. Want er staan zoveel leuke voorbeelden in. En daar word je echt gewoon heel blij van. Ook is leuk om op verjaardagen uit te citeren. Ja. Je zegt, ik doe even een stukje uit deze rapport. Want mensen brommen natuurlijk altijd ook wel een beetje over alles wat anders is. Maar ik denk dat we inmiddels met elkaar ook wel zien dat er zoveel positiefs uit kan komen. En de gemiddelde verjaardag, ik weet niet hoe bij jou is, we zijn oer saai. Wij doen dat niet echt op afstand, maar misschien dat je als je dat per video doet, dat je dan dit soort uitwisselingen kunt doen. Ja, ik denk dat dat heel, heel nuttig kan zijn. Ik ben heel benieuwd of er zo langzamerhand al vragen zijn binnengekomen via onze Pigeonhole. En als het goed is, krijgen we die dan hier in beeld. En de meest gestelde vragen die komen dan een beetje hoger in het schema. En laten we eens even kijken. Welke mogelijkheden ziet de minister? Kun jij de minister waarnemen? Vind ik wel leuk dat jullie zitten toch Ik denk dat... dat gaat natuurlijk meer de minister van Onderwijs aan. Ja, maar ik vind het wel een mooie. Want, hoe gaan we die Global Goals 2030 laten opnemen in het onderwijscurriculum? Ja, ik denk dat je heel veel scholen ziet die daarmee bezig zijn. Mm-hmm. Ook omdat ze natuurlijk zien dat als je op scholen leerlingen wil leren dat verschillende dingen met elkaar samenhangen, dan helpen die SDG's daarbij. Ik zie het trouwens in alle lagen van het onderwijs, basisonderwijs, maar ook voortgezet en hoger en beroepsonderwijs. Wat ik heel mooi vind, is bijvoorbeeld dat vorige week de MBO-raad de SDG-charter ondertekend heeft. Aha. En dat hebben ze gedaan omdat zij ook zien dat juist de leerlingen in het MBO, als ze in hun vak aan de slag gaan, echt een verschil kunnen maken op die SDG's. En dat ook daar veel mensen dat graag willen. We zijn een circulaire ROC in Lelystad begonnen. Bijvoorbeeld, precies. Je kan aan een kapper vragen. Je knipt al dat corona-haar nu af. Het is wel grondstof. Wat doe je met al je haar? Daar hebben ze nog nooit over nagedacht. Nou, precies. En hele mooie ideeën komen daar. Ja, dat is echt leuk. En dat begint in het onderwijs. Ja. En ik denk dat dat je daarmee dus ziet dat onderwijsinstellingen echt aan het kijken zijn, hoe kan ik naar die professionals van de toekomst eigenlijk afleveren? Mm-hmm. Ja, je zegt het al. Ik bedoel, kringlooplandbouw, facility management. Je kan ontzettend veel in dat soort vakken bereiken. Ja, dit is eigenlijk ook een hele brede laag in de samenleving. Ontzettend, als die gaan nadenken en veranderen, gaat de rest vanzelf mee. Ja. Ik zie daarnaast een hele mooie, ik heb een beetje tegenlicht, Marco Swan, die zegt, welke trends, misschien ook goed als Jan-Pieter er nog hangt, welke trends benoemd in de rapportage verwacht u gaan versnellen en welke gaan vertragen als gevolg van COVID-19? Nou, Jan-Pieter, wil jij dat beantwoorden? Zal ik beginnen? Ik heb mijn glazen bol niet bij me. Ben jij van dezelfde familie als Sigrid Kaag? Ik ga jullie alle twee een glazen bol voor je verjaardag geven. Glazen bollen hier, En het is de CBS zelfs bij wet is het vastgesteld dat wij tot met het hier en nu kijken en niet vooruit kijken. Ja. Maar dat gezegd hebbende. Kijk, allereerst, als er iets positiefs is aan deze coronacrisis, en het is natuurlijk een ongelooflijk ontwrichtend fenomeen wat mensen heel zwaar treft, maar wat er positief aan kan zijn, en het is de hoop dat we die kans benutten, dat we ons afwegingskader verbreden. Niet alleen naar het economische kijken, maar ook naar gezondheid kijken, naar maatschappelijke verdeling kijken. Nou, de verwachting natuurlijk is gewoon op de korte termijn dat er economisch klappen vallen. Dat er werkgelegenheid verloren gaat. Het wordt nu heel spannend bij deze crisis, vergeleken met bijvoorbeeld de economische financiële crisis van 2008, van hoe de pijn verdeeld gaat worden. Ja. Wie voor de kosten opdraait. En of we daar een ander oplossingsmechanisme kunnen vinden dan zoals we in het verleden met de crisis zijn omgegaan. En daar denk ik dat de SDG's echt leidend moeten zijn. Het is, zoals Sandra net zei, het is een belangrijk kompas waarop we varen. Maar hoe gaan we nu alle doelen betekenisvol met elkaar verbinden om echt bewust betekenisvol de keuzes te maken tussen economie, tussen brede welvaart, de houdbaarheid van die welvaart op de lange termijn. Want het kan niet alleen gaan om inkomen. Het moet ook gaan over al die andere zaken. Zodat we, om het in SDG-terminologie te zeggen, dat we leave no one behind. Dat we echt de hele samenleving hierin meenemen. En vooral denk ik ook, hoe zwaar de crisis Nederlands ook treft,
dat we niet de volgende generaties vergeten en vooral ook niet de kwetsbare groepen in de allerarmste landen in deze wereld. Want laten we ook bedenken hoe zwaar mensen in die landen getroffen worden en dat we die solidariteit overeind houden. Dat is goed om te noemen, Jan-Pieter. Dankjewel. Want het leuke is, jij mag wel vooruitkijken, Sandra. Als jij nou eens aanzet bij Jan-Pieter, er komt een flinke rekening de samenleving in. Hoe gaan we die op een waardige manier verdelen met behulp van die SDG's? Wat ik eigenlijk al eerder zei. Ik denk dat met de hulp van de SDG's kun je echt gaan kijken. Hè, als je het ene doel wil bereiken, kun je dat op zo'n manier doen dat je ook positieve effecten hebt op andere doelen. Mm-hmm. Noem eens een voorbeeld. Wat ik een heel mooi voorbeeld vind van het afgelopen jaar is bijvoorbeeld de Green Deal duurzame zorg. Hè, dus dat je het gezondheidssysteem versterkt, maar ook door te zorgen dat men daar op een duurzame manier opereert. En daarbij ook meenemen dat je inclusief bent, dat je goede salarissen betaalt, dat je voor je werknemers zorgt, dat je kansen biedt ook aan mensen die misschien een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. He, dus je kunt al die dingen proberen samen te pakken. Ja. Ik denk niet dat we gaan zeggen dat het met de SDG's allemaal makkelijk wordt en dat het een magic bullet is. Problem he, over, nee. Precies, maar het is wel een We hebben een telefoon, wat leuk. Dat vind ik altijd een mooie spontane actie. Of er gaat nu een wekker misschien, ja. Dat is volgens mij ons teken dat we hard aan de slag moeten gaan met die SDG's. Ik denk dat de alarmbel gaat. We hebben nog 10 jaar. Er wordt nu naasten gezocht naar waar er hier iets afgaat. Of het de mobiel van premier Rutte is die hiernaast aan het vergaderen is. Oh, het is een brandmelding. Oh, dear. Dus we gaan even kijken of we eruit mogen of niet. Is leuk. Hoor jij hem daar ook, Jan-Pieter? Ja, luid en duidelijk. Ik heb gisteren voor beeld en geluid media dit in crisistijd opgenomen. Natuurlijk. Dus dit is wel media in crisistijd. Dit kun je niet verwachten. De wereld staat in brand. Ja. Ik vind het wel belangrijk. Oh, de bel voor de Tweede Kamer is het. Dan hebben we minister Kaag niet voor niks vroeg. Hoe lang duurt die gemiddeld? Een minuut of 8? Ja, maar die stopt zometeen. 1 minuut gaat hij door. Dus heb jij de behoefte om daar doorheen te antwoorden? Nou, dat hoeft viel reuze mee, toch? Ja, waar was je gebleven? Nou, ik vind wel belangrijk wat Jan-Pieter zegt, dat we ook het oog voor andere landen blijven behouden. Want ik denk dat juist corona heeft laten zien, en we wisten dat natuurlijk wel, maar je kunt het heel goed zien nu, hoe kwetsbaar andere landen zijn en ook hoe de mensen die het verste achterblijven het meest kwetsbaar zijn. En ook hoe verweven we zijn. Hè? En hoe verweven dus we zijn. Dus die wereld is en kluwer geworden. Dus ik zie het ook steeds als een kans om met elkaar van een afstand op een nieuwe manier te kijken naar de wereld, naar je eigen relaties, naar je werk, van hoe doen we het eigenlijk en kunnen we het beter en op een nieuwe manier organiseren. En dan kunnen we die rekening ook op een betere plek laten landen. Want ze zijn natuurlijk allemaal verantwoordelijk voor, maar we moeten hem wel een plek geven. Ja, ik denk dat de minister ook al een goed punt maakte. En ik zei het zelf ook al, die financiële sector is echt aan het nadenken. Hè? Over wat kun je nou aan slimme andere manieren van financieren verzinnen. Ja. Moet natuurlijk ook realistisch zijn dat je wil heel veel. En naarmate je dat met elkaar op een andere manier ook kunt gaan betalen, helpt dat denk ik echt wel. Mooi. We gaan even kijken of er in de chat nog meer vragen zijn. We hebben nog een paar minuten tijd. Hebben we nog een leuke zien binnenkomen? Wat zegt Ruud Veltenaar in de hoek? Zouden we het onderwijs van eigenlijk alle soorten onderwijs niet veel thematischer moeten inrichten, bijvoorbeeld op basis van de SDG's, zodat educatie zich meer richt op, en dan gaat het door, maar ik denk op de problemen in de toekomst die we moeten tackelen. Ja, maar dat is denk ik wel steeds meer ook wat er gebeurt in het onderwijs. Zelfs op de basisscholen werken ze natuurlijk steeds meer met projecten waarbij ze vanuit verschillende vakken eenzelfde vraag of probleem met de kinderen behandelen. En dat zie je in het hoger onderwijs ook steeds meer. Ik was pas, ik schreef het al ergens, op een open dag van een universiteit met mijn dochter. Mm-hmm. En het aantal vakken waarbij je samen kunt stellen uit verschillende disciplines om grote maatschappelijke vraagstukken als student te bestuderen. Ja. Dat is enorm. Dus ik denk dat die beweging is er gewoon al. En dat moeten we met elkaar proberen zo snel mogelijk door te zetten. En misschien ook om de zingeving van datgene wat je tot je neemt te vergroten. Ook even te zeggen, dat gaat over SDG 3, 8 en 11. Hè? Ja. En dan kan je het weer klikken en dan snap je ook waarom je iets leert. Zelfs op de basisschool al. Ja, precies. Lijkt mij hartstikke mooi. Ja. Wil je tot slot iets zeggen? Want we zijn zo'n beetje gaan we richting volgende item. Misschien wil je nog iets in het algemeen spreken. Nou, wat ik mooi zou vinden is als we het komende jaar, al die mensen die nu bezig zijn met allerlei verschillende soorten doelen en veranderingen, echt proberen de handen ineen te slaan.
Als je echt een verandering, een transitie wil bereiken, dan moet je echt uit je eigen bubbel komen. Dan moet je proberen ook om samen te werken met partijen die je normaal gesproken misschien niet ziet, of waar je niet aan zou denken. Ja. Of waarvan je denkt van nou liever niet. Want juist dan denk ik, hè, dan gaat het schuren en dan ga je interessante ideeën krijgen. En dan kun je dus ook echt proberen te kijken van waar kan je win-win vinden en waar kunnen we dingen doen waar we normaal niet aan gedacht hadden, maar die ons wel gaan helpen om dat eindstation in die 10 jaar die we nog hebben te bereiken. Dat zei rector Magnificus ooit tegen mij, daar waar grote maatschappelijke scholen op elkaar knallen, precies, daar ontstaan de mooie oplossingen. Bijvoorbeeld, laat hoveniers eens kijken naar het begrotingstekort, want die snoeien op een hele andere manier. Dat is een hele interessante gedachte. Ja, daar kan je iets mee. Ik ga je enorm bedanken. Sander Pellegom, Jan-Pieter Smits ook, dank jullie wel. Want we gaan naar Annemarie Rakhorst. Zij is ondernemer. We kennen haar misschien. Ik ken haar persoonlijk goed. Investeerder en ook coördinator van de SDG 11-familie. En de SDG 11 gaat over duurzame steden en gemeenschappen. En zij bracht onder de aandacht dat vorig jaar voor het eerst bij de rapportage van het CBS ook een kinderversie van dat CBS-rapport verscheen. En daar zei zij het volgende over, en ik citeer haar: de feiten die het CBS presenteert zijn zo belangrijk. Ook kinderen hebben recht op die informatie. Kinderen zijn optimistisch over oplossingen en zien mogelijkheden die volwassenen niet altijd zien. Als je weet wat er aan de hand is in de wereld, dan kan je zelf ook actie ondernemen. Dus ook een soort handelingsperspectief voor kinderen. Dat resulteerde in de 17 doelen wegwijzer. Een handige soort routebeschrijving langs al die doelen, met ondertussen extra feitjes, informatie, filmpjes, echt leuke dingen voor kinderen. En ook tips, vind ik zelf heel belangrijk, om aan de slag te gaan. Dit jaar is er ook weer zo'n wegwijzer gemaakt. Dit jaar zelfs uitgebreid met een lespakket. Ook heel belangrijk. Elke SDG is voorzien van een soort interactieve les. Dan kan je denken aan een complete verkiezingscampagne, een ontwerpvraag, proefjes die je kan doen. Allerlei manieren worden die doelen op die manier nog extra meer tot leven geblazen voor kinderen. En daar hebben we een kort filmpje over. Laten we daar even naar kijken. 17 doelen die je deelt. Ik zou graag een markt op school willen organiseren. Een welmarkt, omdat je dan gewoon spullen kan ruilen die je niet meer leuk vindt en dan komt het niet meer op de afvalberg terecht. En heb jij iets wat je leuk vindt en het ook nog goed voor het milieu? Ik vind pindakaas heel lekker, maar ik wil die met palmvetolie niet meer kopen, omdat daardoor worden bossen gekapt omdat ze meer palmvetolieplantages dan gaan neerzetten. Ik ben de middenvelder van de F2. Een beetje aanvallende middenvelder. En daarom weet ik dat je moet samenwerken om te kunnen scoren. In 2016 begon Annemarie Rakhorst 17 doelen die je deelt. Om ervoor te zorgen dat iedereen de 17 werelddoelen kent en ermee aan de slag gaat. In samenwerking met het CBS hebben we de 17 doelen wegwijzer gemaakt. Speciaal voor kinderen, want dat zijn de volwassenen van 2030, snap je? Die moeten dus ook weten hoe Nederland scoort op de werelddoelen en wat we samen beter kunnen doen. In de wegwijzer vind je van alles. Uitleg over de 17 doelen, de feiten, zodat je weet waar je het over hebt, handige doe-het-zelf tips en natuurlijk de 17 kinderambassadeurs van de werelddoelen. Ik lig wel eens wakker van de Noordpool. Ik vind mijn speelgoed wel heel leuk, maar als het door kinderen is gemaakt, dan hoef ik het eigenlijk niet te hebben. En nu hebben we bij die 17 doelen wegwijzer ook een geweldig gratis lespakket ontwikkeld. Voor in de klas, maar ook voor thuis. Er is een les voor ieder werelddoel, met opdrachten en vragen die je alleen of in groepjes kunt behandelen. Wij willen helpen de werelddoelen te behalen. Doe je mee? Alleen als je samenwerkt, kun je scoren. 17doelendieedeelt.nl. Ja, mooi. Hè? En toch aan het eind nog even Nautje. Want hij is van werelddoel nummer 17. En ik laat hem heel vaak zien naar grote gezelschappen. Want Nautje maakt mij al jaren super blij. Je ziet ook hier weer op school belangrijk om het te doen. En ook leuk om dat hele lespakket stiekem misschien mee naar huis te nemen. En het samen met je kinderen nog eens een keer te doen. Want je leert er zelf ook van, Sandra. We hebben een hele korte pauze. 5 minuten. Is net genoeg om thuis even een paar push-ups te doen. Dan blijf je fit. En over 5 minuten sharp gaan we door. Tot zo. Thank you.
Welkom terug. Ik hoop dat iedereen er weer is bij onze webcast vanuit Nieuwsport hier in Den Haag met de grote vraag. De route 2030 ligt Nederland op schema om de SDG's zo goed mogelijk uit te voeren. We beginnen met deel 2. Hoe maken wij de wereld weerbaarder met die behulp van die SDG's? Straks zoomen we in op de vraag, wat gaan we nu concreet doen in de komende 10 jaar? En dat is natuurlijk een hele belangrijke vraag. Maar laten we eerst maar eens even stilstaan bij waar we nu staan. En dan mag je wel zeggen, de wereld is in een ongekende crisis terechtgekomen. Hoe denkt een professor in sociaal-economische transities van de Erasmus Universiteit daarover? En het leuke is, hij is ook nog directeur van het instituut Drift in Rotterdam. En daar gaat het over duurzaamheidstransities. Laat ik het niet langer over doen. Tot u spreekt Dirk Loorbach. Ja, goedemorgen. Ik ben heel blij dat ik bij u ben om. Ik hoop dat u het goed hoort. Ik ben heel blij dat ik bij u ben om u te vertellen over transities na corona. We komen uit een ongekende crisis. En we zitten in een soort adempauze met een toekomst die zwaar ongewis is. En dan zegt de brede welvaartsmonitor. Nederland scoort relatief goed op veel terreinen, maar dat betekent overigens niet dat er niets meer te doen is. Ik wil toch mijn paar minuten gebruiken om de dingen op scherp te zetten. Want ja, we doen het goed op sommige punten, maar we doen het ook structureel slecht op een aantal andere. En die hebben allemaal te maken met het natuurlijk kapitaal. Ik hou me bezig met transities, zoals vele van de luisteraars hier met mij waarschijnlijk. Al 20 jaar. En al 20 jaar is de constatering dat we structureel tekortschieten op het realiseren van structurele systeemveranderingen. En we zijn nu in een crisis terechtgekomen. De net werd al gerefereerd aan de Transition 20s. Een transformatief moment wat ons doet nadenken over waar zitten we nu. En deze crisis legt heel veel bloot. Vooral de open zenuw van de lineaire fossiele economie. We hebben de afgelopen weken bij Drift transitiegesprekken gevoerd met honderden mensen. Om eigenlijk te kijken, ja, wat ontstaat er nou aan nieuwe economie? Wat wordt zichtbaar wat we niet willen verliezen en vasthouden? Maar wat wordt ook zichtbaar waar we echt van af moeten? En er komen 2 dingen uit. Ja, de SDG's werken. We hebben een handreiking. Ook vanuit de samenleving komt een perspectief over waar we naartoe moeten. Eigenlijk zijn we het eens. Maar er komt ook een noodkreet vanuit maatschappelijk ondernemerschap. Ondernemende ambtenaren dat we het proces anders moeten organiseren. Beleid zoals we dat kennen werkt niet. Werkt niet voor transities. Want wat doet beleid? We proberen van binnen naar buiten de zaken te verbeteren en doelen af te wegen. Maar er zit een hiërarchie, of die zou er moeten zitten, in die SDG's. De natuur is de basis van ons voortbestaan en zou op één moeten. En tot nu toe ruilen we uit. We hebben economische groei ten koste van natuur en milieu. En in die modus van groene groei en duurzame ontwikkeling blijven we vooruit doormodderen en het bestaande minder slecht maken. Wat komt er uit het beeld van de samenleving? We kunnen toe naar een economie die natuurpositief is, die goed is voor de natuur. En mijn pleidooi zou zijn, we moeten de natuur op één zetten en de economie veranderen. En dat betekent primair ook het nadenken over het uitfaseren van een lineaire fossiele economie, waar wij als samenleving, als consumenten, maar als overheid misschien wel het meest nadrukkelijk groot aandeelhouder in zijn. Wij zijn met elkaar verslaafd aan fossiel, maar dat geldt ook voor de staatsinkomsten, dat geldt voor de staatsfinanciën, dat geldt voor hoe beleid vergroeid is met economische clusters. En we zijn niet anders aan het doen dan het bestaande minder slecht te maken. Uit al die transitiegesprekken en al die transitieprogramma's van de afgelopen jaren blijkt keer op keer het maatschappelijk ondernemerschap kan de bouwstenen werken bieden voor een economie die goed is voor de natuur. Maar op basis van delen van natuurinclusiviteit, van veel minder grondstoffen en van het samen doen. Daarom is er bedacht de transitiemotor. We moeten met elkaar een exitstrategie voor de BV Nederland, voor de fossiele lineaire economie ontwikkelen. En daar hebben we een krachtenbundeling van sociaal ondernemers, ondernemende ambtenaren, maatschappelijke initiatieven nodig, die gebaseerd is op de commons. Op een krimp van fossiel en lineair,
En die toegaat naar een samenleving binnen de grenzen van het klimaat. Die goed is voor de natuur, een natuurpositieve economie. En dat vertrouwen moet gemobiliseerd worden. En ik roep alle partijen op om die exitstrategie in te gaan zetten. Of het nou de pensioenfondsen zijn, het ministerie van Financiën, de industrie. We moeten nadenken hoe we het transformatief gebruiken om de komende 10 jaar afscheid te nemen van het businessmodel wat niet vol te houden is. Anders blijven we van de ene naar de andere crisis hobbelen. En is het niet in een ecologische crisis, dan worden we wel geconfronteerd met de disruptie vanuit technologie en sociale innovatie. Dus laten we vooruit gaan struikelen en laten we het perspectief ingaan van de natuurlijke economie. Ik wens u veel wijsheid toe, want de komende jaren zullen er moeilijke keuzes gemaakt kunnen worden die politiek zijn, die gaan over een verschuiving van belangen, van werkgelegenheid, van investeringen. Maar als ik goed luister naar al die ondernemers en burgers en instellingen, dan kunnen we niet anders dan vol vertrouwen inzetten op een natuurpositieve economie. Dirk Loorbach, dankjewel. Ik vind het een mooie laatste zin, een natuurpositieve economie. Bij mij aan tafel 2 heren, Michiel Servaas, algemeen directeur van Oxfam Novib, en Alexander Koonstam, executive director, very international, van de Fairware Foundation. Jullie komen straks op je eigen deelgebied aan het woord, maar eerst even een reactie op Dirk Loorbach. Wat vind je ervan? Ik zou zeggen natuurpositief en mensenpositief. Hè? Die duurzaamheidsagenda, dat is een agenda van mensen en van natuur. Mm-hmm. Maar los van alle deeloplossingen die we aan de lopende band formuleren en proberen in uitvoering te brengen, alles, ook echt een systeemverandering. Absoluut. Dus, een systeemverandering, het roer moet om. Maar hoe komen we daar? Nou, door het in ieder geval in te geloven en het te gaan roepen. Laten we daarmee beginnen. Nou, dit is al een begin. We gaan het roepen. Ja. Nou, ik vind het heel goed dat hij de financiële instellingen noemt. Hè. Er is een enkel pensioenfonds. Volgens mij zit hij later vandaag ook hier aan tafel, die het goede voorbeeld geeft. Mm-hmm. Maar heel veel nog niet. Heel veel andere financiële instellingen als banken en verzekeraars die ook investeren. Daar zien we nog steeds dat die het overgrote deel van hun investeringen in die oude fossiele industrie doen. Zet even de microfoon iets dichter naar je zak. Ja, sure. En daar zit natuurlijk wel de macht. Hè, de macht van het geld. Als je transitie tot stand wil brengen, begint het vaak daar. En samen met een aantal andere maatschappelijke organisaties houden wij eigenlijk de financiële instellingen al jarenlang langs de meetlat. Hè. De eerlijke geldwijzer heet dat. En daar blijkt eigenlijk teleurstellend al jaren uit dat die transitie daar veel en veel te langzaam gaat. Dus ik vind het een belangrijke wake-up call eigenlijk. Dat het daar moet gebeuren. En dat we niet alleen van een enkele voorloper als het ABP kunnen hebben, maar dat alle financiële instellingen niet alleen mooie groene reclames hebben, maar put your money where your mouth is. En dus echt in duurzaam gaan investeren. En dat de enorme disruptie waar we op dit moment in zitten misschien de gelegenheid biedt om daar beter over na te denken. Misschien sneller op te handelen. Ik hoop het. Maar juist daarom is zo belangrijk dat de politiek, de overheid die richting aangeeft. Want om heel eerlijk te zijn, de afgelopen weken gesprekken die ik heb gevoerd, onder andere met banken, maar ook met andere ondernemers, hoor ik vaak, ja, we zitten nu even moeilijk. Ja. Dat moeten ze niet zeggen. Ze moeten zeggen, juist nu realiseren we ons dat het anders moet. Maar dat signaal moet wel dus heel duidelijk door de politiek afgegeven worden. Nee, geen excuses nu. Juist nu doorpakken, bijvoorbeeld op die energietransitie. Ja. In deel 2 hebben we drie zelfs belangrijke onderwerpen. En die komen allemaal voort uit de monitor brede welvaart en de SDG's. Het werd in het begin al genoemd dat we in Nederland op een aantal punten nog steeds achterlopen, waaronder biodiversiteit en mondiale voetafdruk. En ook horen we vanuit meerdere hoeken in de samenleving dat deze COVID-19-crisis ons echt moet gaan laten denken over hoe gaan we die wereld beter opbouwen. Daar gaan we het in 3 delen over hebben. En we hopen dat we allengs meer zicht krijgen op de vraag, hoe maken we de hele wereld en met name ook Nederland weerbaarder tegen schokken van morgen? En wat gaan we op weg naar 2030 echt anders doen? Vragen stellen kan nog steeds op pigeonhole.at met de eventcode route 2030.
En we hebben echte gasten. Je ziet er een paar zitten hier in deze geïmproviseerde studio. En we hebben ook een aantal virtuele gasten. Het mooie is dat virtuele gasten uiteindelijk weer echter kunnen blijken te zijn dan de echte gasten. Als ze echter de vragen stellen dan de echte gasten. Dus houdt u dat scherp in de gaten. Via het scherm onder andere bij ons professor Dr. Louise Vet van het Nederlands Instituut voor Ecologie, NIO KNAW. En Corien Wortman, ze werd net al genoemd. Zij zit ook, ze gaat straks video inbellen. Zij is CEO van het grootste pensioenfonds, het ABP. Hier aan tafel, ik heb jullie al geïntroduceerd. En aan het eind zien we ook Maria van der Heijden van MVO Nederland, ook hier aanwezig. De politiek is er uiteraard ook, want we zijn niet voor niks hier in Den Haag. Eppo Bruins van de ChristenUnie, welkom, hier live aanwezig. En Agnes Mulder schuin achter mij van het CDA. En als het goed is gaat Tjeerd de Groot van D66 inbellen. Dan zou je hem hebben. Nee, Louise zit al klaar. Want we gaan met de eerste grote vraag beginnen. En die luidt, welke aanpak moet de komende jaren centraal staan wat betreft biodiversiteit en het landgebruik in Nederland? Die stelling ga ik allereerst voorleggen aan dokter Louise Vet. Zuma vanuit Wageningen neem ik aan? Ja, helemaal vanuit Wageningen. Mm-hmm. Oh jee, ik hoor mezelf terug. Wij horen je goed, dus ja? als je het aandurft, ga je gang. Nou, dan hoor ik mezelf. Ja, oké. Het is natuurlijk eigenlijk overduidelijk dat wij toe zijn aan een systeemverandering. En zeker wat betreft ons respect voor het natuurlijke systeem, ons natuurlijk kapitaal, wat eigenlijk de enige waarde is die wij hier hebben op dit bolletje, deze planeet. En we zijn nu in rap tempo bezig om dat prachtige kapitaal om zeep te helpen. Met alle gevolgen van dien voor ons. Want wij zijn daar tenslotte helemaal van afhankelijk. Dat zien we door de enorme biodiversiteitsafname. Het IPBES-rapport. We zien natuurlijk de ontbossing. We zien dus de basis van onze klimaatverandering. En het zal duidelijk zijn dat wij toe moeten naar een totale andere werkwijze. In onze economie is eigenlijk efficiëntie staat bovenaan korte termijn denken. Ik zal maar zeggen, altijd alles gericht op het verminderen van kosten. Geen enkele visie is er op dat die natuurlijke systemen eigenlijk de veerkracht hebben, omdat ze divers zijn. En onze economie is daar helemaal niet op gericht. Het is een lineair, destructief systeem. Dus we zullen eigenlijk moeten werken aan een duurzaamheid die veel meer omvat dan alleen maar een beetje klimaatverandering, bestrijding, zal ik maar zeggen, met CO2. We moeten toe naar herstel van die biodiversiteit. Mm-hmm. Nou, gelukkig doen we dat in Nederland al volop. Wij hebben het Deltaplan Biodiversiteitsherstel gestart. En dat is eigenlijk een integrale benadering. Wat je SDG 17 zou kunnen noemen, maar het omvat eigenlijk alle andere SDG's. Waar we met een hele brede coalitie werken aan een heel ander landgebruik in Nederland. Eigenlijk zou je kunnen zeggen op 90% van het land. Dat is het agrarische natuurlijk. Daar willen we toe naar een veel meer circulaire agrarische sector. Die samengaat met biodiversiteitsherstel. Maar het gaat natuurlijk veel, veel verder dan dat. De openbare ruimte waar wij allemaal leven, waar wij allemaal kunnen bijdragen aan herstel van biodiversiteit. En ook de natuurgebieden zelf die nog een verbeterslag kunnen doen. En die zijn ook met elkaar verbonden. Mm-hmm. En daar heb je dus iedereen voor nodig. Daar heb je dus niet alleen maar natuuronderzoekers voor nodig of boeren. Je hebt daar ook voor nodig de banken, de retail. Je hebt er voor nodig de mensen die eigenlijk de schop in de grond doen overal. Maar ook de private partijen. En ik ben dus heel erg blij dat ik ook zie dat de banken en de financiële sector, die zo machtig zijn, zich beginnen te realiseren dat als je die biodiversiteit niet helpt, dat je die niet behoudt, dat je in feite bezig bent met een stranded asset. Als jij als belegger in een bedrijf gaat beleggen en die vernachelt zijn omgeving, ja, dan Dat is natuurlijk wel heel kwalijk. Dus wij zijn bezig met banken inderdaad ook, en ook de Nederlandse bank en andere banken, om te kijken hoe biodiversiteitsherstel
op een positieve manier, als je daarnaar kijkt op een positieve manier, hoe dat een mooie duurzaamheidskwaliteit zou zijn voor banken. Ja, dus ik wil even naar ik wil even naar dat Deltaplan. Dat is nu gemaakt, dat wordt in gang gezet. Heb jij het gevoel dat tot 2030 dat voldoende is om echt de biodiversiteit in Nederland weer op een acceptabel niveau te krijgen? Want we zeggen dit natuurlijk al jaren en we willen al van alles, we doen al een beetje. Maar het wordt er niet beter op. Stikstofrapportage van vandaag van het RIVM niet al te best. Dus gaat het helpen, denk jij? Ik ben blij dat je dat even zegt. We zijn met de commissie Remkes natuurlijk in... bijna aan de eindadvisering toe. En misschien, ik kan er weinig over zeggen, dat is aan Johan Remkes nog. Maar ik kan wel zeggen dat wat het kabinet nu voorstelt natuurlijk niet voldoende zal zijn. Nee. Mm-hmm. En als je waarvan akte bij deze. Als je dan uiteindelijk die definitieve gedragsverandering wil bewerkstelligen, hè, is dan jouw visie dat de top-down maatregelen vanuit de Rijksoverheid uiteindelijk het verschil gaan maken? Of gaat het toch echt om gedragsverandering bij consumenten bijvoorbeeld? Nou, het gaat echt om allebei. Kijk, een overheid moet strakke kaders stellen. Moet heel duidelijk zijn in waar haar lange termijn visie stip op de horizon is. Mm-hmm. En dan komt er zekerheid, zodat je van onderop in feite via die brede coalitiesamenwerking in de uitvoering kan komen. En dat is eigenlijk, en dan hebben provincies een rol, dan hebben allerlei stakeholders in een bepaald gebied hebben een rol. Maar het moet wel binnen goede kaders van de overheid. Dus ik zie echt een samenkomen van bottom-up en top-down in deze transitie. En laat het duidelijk zijn, als wij in Nederland, hè, we zijn eigenlijk een metropool. Ja, we zijn ontzettend. En er zijn heel veel metropolen in de wereld. En die worstelen allemaal. Zijn we eigenlijk, hè? Ja. Ja, zijn we. En met voedselproductie en een beetje tuinieren, et cetera. En uiteindelijk kunnen wij het voorbeeld zijn, zoals we dat ook in de watersector zijn, van op een duurzame manier voedsel produceren, maar dan tegelijkertijd die natuur daar helemaal in koppelen en biodiversiteit herstellen. Mooi. En dat is zo uitdagend. Ik merk dat jij nog hoopvol bent richting 2030. Ik denk dat er ongelooflijk veel moet gebeuren. Laten we heel even, voor ik naar de politiek ga, kijken welke vragen er zijn binnengekomen op Pigeonhole. Als het goed is, dit is een van Joren Room. Een mooie naam in biodiversitaire richting. Hoe kan Nederland SDG 14 bereiken, ondanks het sterke internationale karakter daarvan? De rapportage van de staat van SDG 14 is in alle rapporten niet positief voor Nederland, Louise. Wat wil je daarop zeggen? Oh, wat is 14 ook weer? Want ik heb ze niet voor mijn neus. Allemaal even. Water bijvoorbeeld. Oh, water. Nou, water is natuurlijk ook weer zo'n SDG. Waar wij natuurlijk heel goed in zijn trouwens. Maar het leven in het water ook. Die waterkwaliteitskant. We hebben een beetje veel droogte ook, hè? Dus ja. Ja. Nou ja, klimaatadaptatie. Zullen we daar met onze activiteiten om biodiversiteit te herstellen, voedsel te produceren, zal water een cruciale rol spelen. Ook het recyclen van het water is natuurlijk een belangrijke nieuwe uitdaging voor de toekomst. Ja. Met onze droogte nu. En kijk, die circulaire economie, hè, die gaat eigenlijk ook over verschillende categorieën. Er is trouwens net een goed rapport uit van RVO samen met Holland Circular Hotspot over hoe die circulaire economie eigenlijk centraal staat. Niet alleen in de agro natuurlijk, maar ook in de hele technische kant, onze productie van materialen. Als je het hebt over plastic, als je het hebt over textiel, et cetera. Dus die circulaire economie is natuurlijk een soort bindende karaktereigenschap van de natuur die wij overal gaan toepassen. En dat is ook ontzettend stimulerend. Het is leuk, je kan er veel geld mee verdienen, daar kan je rijk mee worden. Nou. Dat is gewoon een nieuwe toekomst. Ik vind het een prachtige hangbrug richting politiek. Want je ziet hier niet voor niks. Ik kijk even naar Agnes Mulder. Je hebt alles tot je genomen. Wat ga jij de komende jaren echt anders doen vanuit het CDA? Nou, ik ben al een paar jaar in ieder geval ook een soort van pleegouder voor deze mooie doelen. Ja. Onder andere voor nummer 13, maar ook voor nummer 7. Ik heb mevrouw Vet volgens mij een keer getroffen bij een AVB-klankbord bijeenkomst in Zwolle. En dat ging ook over van hoe richt je nou zeg maar ook voor de biodiversiteit van je land het zo in dat je goede opbrengsten hebt en minder last van ziektes op je land. Mm-hmm. En ik denk dat daar ook de kansen liggen. Dus door die verbinding juist te zoeken en door dat ook
circulairder te maken, kunnen we ook die doelen gaan halen. Maar dat kunnen we niet hier even vanuit Den Haag voor iedereen gaan bepalen in mijn beleving. Hè. Dat moeten we ook allemaal aan mee kunnen en willen doen. En ik denk dat daar wel de uitdaging ligt van hoe krijgen we iedereen ook zover in die stand dat ze mee willen gaan doen. En een zekere transparantie in de hele keten en in je hele positie daarin lijkt mij ook heel wezenlijk. Ja, want dat wil je graag weten van of je daar dan ook zelf een bijdrage aan kan leveren. Want als je dat heel tastbaar maakt, dan is dat ook iets wat je graag wil. En zo werkt het toch. We gaan je scherp in de gaten houden, Agnes. Nou, doe maar. Als het goed is Tjeerd de Groter ook. Tjeerd, ben jij ergens op een scherm te zien? Als het goed is wel. Goedemorgen. Goedemorgen. Dan moet jij Louise weer even uit beeld nokken. En dan kom jij in beeld. Ik ben heel benieuwd naar jouw reactie. Wat gaat D66 en ook richting kabinet de komende jaren anders doen? Nou, ik heb vanuit D66 heb ik de doeleinden 14 en 15 geadopteerd. Mm-hmm. En dat zijn dus het water. Even tussendoor, wij zien jou niet, maar we horen je wel heel goed. Misschien is dat des te beter voor je boodschap. Oh nee, daar ben je. Ja, jammer. Dus, ga door. Ja, nou, nu heb je allebei. Dus ik heb water en biodiversiteit. En het past ook bij mijn portefeuille. En dat is eigenlijk wel de basis van al het leven. En het is heel mooi zoals Dirk dat zegt en Louise dat ook ondersteunt. Dat je naar natuurpositieve samenleving moet. Want natuur is gewoon de basis van ons leven. En zeker van de komende generaties. En dat je daar ook een mooie economie op kunt bouwen. Dat spreekt mij ook als D66er aan. Maar noemen we dus één concreet ding waar jij nou ook gezien de crisis. Hè, want we blijven het zeggen. We weten eigenlijk alle modellen en richtingen waar we heen willen. Wat ga je anders doen? Want we moeten gaan veranderen. Nou, ik ga vooral door met die transitie waar ik ook de politiek mee ben ingegaan. Namelijk naar kringlooplandbouw. Dus dat is exact die ideeën over circulaire economie. Maar dan toegepast op onze voedselproductie. En dat betekent dat je veel efficiënter met de aarde omgaat, met de natuur omgaat, met de natuur produceert in plaats van er tegenin. Dus je maakt een beweging van chemie en hoog input gestuurde voedselproductie, mm-hmm, naar gewoon een voedselproductie op basis van de biologie. En je gaat dieren vooral geen granen meer geven waar je kostbare landbouwgrond voor hebt gebruikt. Want daar moet je gewoon voedsel op produceren voor voor de mensen zelf. En dieren geef je alleen nog maar reststromen of je gebruikt marginale gronden. En dat is gewoon een veel slimmer systeem. Maar leidt er wel toe dat je in Nederland, en waar je het ook toepast, gewoon veel minder dieren krijgt. Omdat je eigenlijk net zoveel dieren houdt als dat je aan mest nodig hebt, aan goede mest nodig hebt voor je plantaardige productie. Ja, het glas helder. Je gebruikt de tijd even heel nuttig om je eigen standpunt nog weer eens even goed te vertellen. Dat vind ik heel slim van je. En nu gaan we nog een manier verzinnen om grote groepen boeren ook mee te krijgen. Hè? Want dat is natuurlijk ook belangrijk. Dankjewel, vast blijf hangen. We gaan ondertussen naar de volgende prangende vraag. En die luidt, welke groene en sociale impact hebben wij als Nederland via in onze internationale ketens, want die hebben natuurlijk heel veel in die mondiale samenleving. En moeten we zo verder blijven gaan of moet dat veranderen? Daar wil ik eigenlijk bij de heren hier aan tafel eens even bevragen. Wie wilde beginnen? Ik zit dichterbij. Ga je gang, Alexander. Dankjewel. Wat gezegd werd over biodiversiteit geldt natuurlijk ook voor de manier waarop we met mensen omgaan. Ja. In de lange kledingketens, waar ik dan een beetje van weet. En daar geldt eigenlijk hetzelfde. Het businessmodel klopt niet meer, maar ook zakelijk niet. Dus het evenwicht tussen wat je voor mensen wil, is heel goed te vinden met wat je voor zakelijk wil. En we zijn nu zitten nu vast in een businessmodel, denk ik, een dominant businessmodel van wegwerpmode. Lang niet iedereen, maar toch is dat het dominante systeem met steeds lagere prijzen, waar de consument dan gelukkig van moet worden, maar daar wordt hij eigenlijk ook niet gelukkig van. De arbeider wordt er ook niet gelukkig van, want die krijgt ook steeds te weinig betaald. Even tussendoor, je begint dat nu te merken. Hè? Toen we echt in lockdown zaten, ging je voor het eerst weer echt in je eigen kledingkast kijken. Ik heb hele planken ontdekt waar ik al jaren niet geweest was. Ik dacht, leuke spullen. Ik heb niks nieuws in je eigen kledingkast is natuurlijk hartstikke duurzaam. Maar je kunt ook op een andere manier kijken naar kleding. Gooi ik het weg na 1 of 2 keer dragen? Of is het duurzaam ook voor mij en heb ik er ook veel meer plezier aan. Ja. En dat hoeft niet te betekenen dat er minder arbeid ingaat, maar wel hoogwaardige, betere arbeid, beter betaalde arbeid. Maar ook lange termijn relaties in die keten. Nu is het een keten die van vluchtige, ik zou bijna zelfs zeggen, promiscue relaties afhankelijk is. Als je het ergens een cent goedkoper kan krijgen, ga je naar een andere fabriek of naar een ander land zelfs. En dat zorgt natuurlijk voor dat je geen sociale zekerheid kunt opbouwen in landen, want je weet niet of het betaald gaat worden. Mm-hmm. Dat betekent dat er geen sociale dialoog is, ook geen zakelijke dialoog is. Dus we moeten toe naar betere, stabielere en ook rendabele en
er werd net genoemd, weerbaardere ketens. Ja. Dat zie je nu in de crisis dus heel erg, dat de ketens waar goed in geïnvesteerd is, hè, wie betaalt bepaalt, dus dat moet toch hier beginnen, dat die ketens die zijn sterker dan de ketens waar je eigenlijk niet weet met wie je zaken doet. Mooi. Michiel? Nou, zelfs in de kleding trouwens zie je grote verschillen. Hè. Er zijn bedrijven die meteen gezegd hebben succes in Bangladesh of in andere landen. En er zijn bedrijven die dat gelukkig netter doen. Dus dat is vooral het beeld dat ik heb. Hè. Niet alleen over de kledingsector, maar breed. Dat je ziet dat er koplopers zijn die SDG's serieus nemen. Die goed naar hun ketens kijken. Die commitment daar hebben. Die daarover rapporteren. Je zou kunnen zeggen dat is de prestatie van de laatste 5 jaar. Dus de eerste 5 jaar. De vraag waar we natuurlijk nu voor staan is, ja, als we zo doorgaan, komen we er dan? Wordt die groep dan steeds groter of is de verzadiging een beetje bereikt? En ik ben bang, eerlijk gezegd, dat het punt is waarop we nu zitten. Dus nog even los van de corona-impact. Die eerste fase is gewoon voorbij. Maar daar ben ik wel positief over. En als je zegt dat wel positiever dan jij misschien. Nou ja, goed. Kijk, de Sociaal-Economische Raad heeft vorig jaar een uitgebreid rapport geschreven. En die komen tot de conclusie, ja, nog steeds maar een derde van de Nederlandse bedrijven onderschrijven überhaupt. Ze erkennen, kennen en onderschrijven dit soort gedachten. Gaan we niet eens of ze het goed uitvoeren en daar netjes over rapporteren. Mm-hmm. Ja, dat is niet genoeg. Dat is niet genoeg. En sterker nog, het is ook niet eens eerlijk. Want de bedrijven die het voortouw nemen, die dat kost toch iets vaak. Dus die staan eigenlijk op nadeel ten opzichte van die rest. Dus ik denk wel degelijk dat we op een keerpunt zitten. Ja. Sowieso natuurlijk lopen we gewoon hopeloos achter. Dus niet alleen over Nederland, maar ook internationaal. Ja, die alarmbel die we vandaag al hoorden, die zou in de VN goed moeten klinken. We halen het nooit als we zo doorgaan. Corona heeft grote impact, hè? Met name op armoede, honger zien we nu gigantische klappen. Misschien wel 10 jaar terug. Nou, ik dacht meer dan 30 jaar terug als je pech hebt. Op sommige plekken zelfs 30 jaar terug. Nee, serieus. Ja. Dat is inderdaad de berekeningen die gemaakt zijn. Maar als we teruggaan naar Nederland, is volgens mij de stap die gemaakt moet worden, iedereen moet meedoen. En daar heb je 2 dingen voor nodig. Daar heb je een actieve overheid voor nodig, die niet alleen faciliteert en enthousiasmeert zoals maar wezenlijk actiever dan nu het geval is. Wezenlijk actiever en ook gewoon de vinger wijzen. Mm-hmm. Naming en shaming, et cetera. Met het risico misschien dat je af en toe de nuance mist. Maar je moet elkaar scherp houden. Niet alleen maar enthousiasmeren. Vind ik mooi. Hè? Ik ben ook een positief mens en zo. Maar je hebt het andere ook nodig. En het helpt mij wel eens hoor. Dat je gewoon zegt, het is gewoon fout wat jullie doen. Ja. En dan krijg je ook de kans om openlijk te verbeteren. En dan kan je ook zeggen, je doet het nu supergoed. Wat er nu vaak gebeurt is dat het er komt een via NGO's of via media komt er een bericht van, hey, kijk, hier is een Nederlands bedrijf goed fout bezig, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. Nou, dan komen de heren en dames uit de Tweede Kamer in actie. En dan pas gaat vaak een minister zegt, oké, ik ga het gesprek aan met dit bedrijf. Ja. Ja, dat moet natuurlijk niet. Die overheid moet veel actiever zijn. Kunnen we nou borduren? Zou er meer wetgeving nodig zijn om te zeggen van, hey, we willen dat het echt duurzaam, eigenlijk ook circulair geproduceerd wordt in de keten, in Nederland, maar ook internationaal. Daar hebben we wetgeving voor nodig. Absoluut. We zien dat in landen om ons heen. Dus Engeland heeft een soort van MVO-wet. Duitsland is daarmee bezig. Frankrijk heeft het nu voor de grootste bedrijven geïntroduceerd. Het is eigenlijk raar dat een land als Nederland dat zegt koploper te zijn op maatschappelijk verantwoord ondernemen, ja, blijft wachten en wikken. En in jouw inschatting, hoe komt het dat we die nog niet hebben? Is de politieke wil er niet? Ik vrees dat het is. Hè. Er is overigens wel een paar jaar geleden een goede stap gezet. Hè. Dus er is een wet die specifiek als het gaat om kinderarbeid is al aangenomen. Maar daarvan heeft de regering gezegd, op zich terecht, hè, van ja, dat is 1 aspect. Hè. We willen nou juist naar die brede agenda kijken. Maar dan zou je ook de stap moeten zetten, nou, laten we dan voor het geheel, hè, voor dat hele lijstje wetgeving invoeren. Dus ik denk dat dat nodig is. En die cijfers die ik net noemde, van hoe weinig bedrijven nog eigenlijk hier echt aan gecommitteerd zijn en het nadeel dat zij daarvan ervaren, is het goed dat we naast die wortel en dat enthousiasmeren ook die stok krijgen dat als het misgaat, ja, dat je dan wel iets hebt om bedrijven te dwingen de goede kant op. Ja, en ook om jou vast te houden. Een stok is niet alleen om mee te slaan. Zo is het. Ik ga even naar Alexander, want jij zat echt, en dan ga ik even richting politiek. Hoe is jouw visie daarop? Nou, ik, ik,
Ik denk dat Nederland daarin wel heel goed bezig is. En zeker, het kan beter. Maar als ik in de rest van Europa kijk, we zijn Europese organisaties, we werken met Europese merken. Voorlopers, koplopermerken, waar jij het over had, dus dat zijn goede voorbeelden. En in Nederland hebben we brancheverenigingen die positief hierin staan. Ja. Modint in retail, we hebben vakbonden die actief met de productielanden bezig zijn. En toch maar een FNV, derde CNV. Van de bedrijven die het ministerie kent. Dat, ja, maar als je het breder vergelijkt, kijk, de kledingindustrie is enorm gefragmenteerd. Dus als individueel bedrijf is het heel belangrijk dat we je bij de les houden. Maar je moet ook meewerken aan die ommekeer in de hele sector en het hele businessmodel. Dat heeft ook met financiers te maken inderdaad, met investeerders en met wetgeving. Daar ben ik het helemaal mee eens. Niet zozeer gericht op de bedrijven die we kennen, maar juist ook op de bedrijven die we niet kennen. Die onder de radar de kantjes ervan aflopen. Ja. En ik denk dat een schone taak is ook voor het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat overigens met veel kennis en enthousiasme hierop werkt. En nou, dat is denk ik op vele terreinen te zien. Maar je doet volgende echt stap. Heel erg je best om iedereen de vriend te houden. Ik vond Nelling en Schelling ook niet zo'n gek idee, hoor. Het is ook wel zo, hè. Kijk, juist bij de kledingindustrie is het natuurlijk begonnen met een grof schandaal. Een fabriek die in elkaar stortte. Oh, daarvoor was het ook al hommelus. En daarvoor was het ook al hommelus. Heb je helemaal gelijk in. Hè, maar dan zie je dus dat je een soort schok nodig hebt. Een bedrijf of een bedrijfstak die op on the spot wordt gezet. En dan komt er beweging. We hebben nu een COVID-schok. Maar er zijn heel veel sectoren. Dus, zijn heel veel sectoren kan ertoe leiden dat we wel die wetgeving krijgen. Ja. Dat lijkt me een heel goed idee. Maar ook de steunpakketten die nu voor Nederlandse bedrijven en voor Europese bedrijven worden afgekondigd. Laten we dan vooral ook kijken naar hoe die in de keten omgaan. Want dan zie je ook dat boter bij de vis. Welk deel steun je nu eigenlijk? En kunnen we dat nu misschien sturen door te zeggen, hey, als je dan toch wie geeft je overeind houdt, help even goede dingen mee. Je tijd is gekomen. Zullen we eens even richting Tweede Kamer? Eppo, want de politieke wil ontbreekt bij jullie om dat dus in die keten aan te pakken internationaal. Nou, niet bij de ChristenUnie. Het is ons ook al lang een doorn in het oog dat die MVO-wet in Nederland er niet is en in andere landen wel. En wie houdt het tegen in Nederland dan? Nou, eigenlijk is het tot nu het initiatief niet genomen. Dus mijn collega Joël Voordewind, die doet buitenlandse handel. En die heeft echt wel het voornemen van als dit kabinet het niet doet en het komt ook niet in het volgende regeerakkoord, dan doen we het zelf. Dan komen we wel met een initiatief. Maar kunnen we dat niet gewoon vandaag afspreken? De rapportage is liggender, de expertise zit aan tafel, de noodzaak is voelbaar. Dus we hebben gewoon een initiatiefwet nodig. Nou, ik weet dat Voordewind hier serieus mee bezig is. Dus wat mij betreft is dit een afspraak dat we hiermee aan de slag gaan. Ja, zo'n beetje moet gewoon. Eind juni ligt hij er. Nou, dat is een mooie timing, want EU-voorzitterschap van daar. Kijk, is echt een. Ik wou net zeggen, en dan kunnen we even versnellen, want dat zoeken we. Hè? Nou, als we kunnen zeggen na de zomer, dan klopt die. Mooi. Ja, dat is lekker rekken. Dat kan tot in de eeuwigheid zijn. Ja, dat hebben jullie net zo uitgevonden en verbeterd. Ja, nee, maar dit moet snel. Als dit je wat snel. Wil, ik bedoel, kan je beter nu. En je denkt dat je dat Europees wil doen, wat ik op zich verstandig vind. Hè? Want ik bedoel, alleen Nederland, daar veranderen we de wereld ook niet mee. Hè? Mm-hmm. Pak het dan ook Europees met elkaar op. Ja, maar dan krijg je weer 28 meninkjes, het schiet weer niet op. We kunnen ook eens een mooi gidsland zijn en zeggen van bam, Duitsland mee en dan is er een begin. Ja, nou ja, dat doen we bijvoorbeeld op het gebied van klimaat en energie. Hè. Daar zijn we bezig, mag een rapporteur zijn voor de Tweede Kamer op dat vlak. En samen met Matthijs Sinot ben ik druk aan het kijken of we het voor elkaar kunnen krijgen. Ja, en dit is Joël Voordewind die belt. Om naar 55% te gaan. Ja, dus, gaan elkaar even spreken na afloop, want we hebben gewoon die beweging. Tjeerd, hang jij nog? Ik zit zelfs. Ah, wat vind jij ervan? Moeten we gewoon zo'n initiatiefwet hebben? Ja, we moeten als Nederland gewoon voorop gaan lopen. Kijk, je kunt wel wachten op Europa, maar dan kan je net zo goed zeggen dat je het niet wil. Ja. Je hebt gewoon. We zijn een van de best georganiseerde landen in de hele wereld. Laten we nou laten zien dat het gewoon kan. En dat is ook de reden dat ik ten aanzien van die kringlooplandbouw ook heb voorgesteld dat supermarkten daar een rol in gaan spelen. Ja. Want dan kun je net als bij banken en bij kledingfabrikanten. Kijk, je legt ook, als het goed is, geen kleding meer in de schappen die gemaakt is door kinderarbeid. En daarom heb ik laatst een voorstel ingediend in de Kamer. Dat is met 76 zetels aanvaard. Die de minister oproept om de supermarkten tot transparantie te dwingen. Namelijk dat ze precies laten zien hoeveel van hun assortiment nou eigenlijk duurzaam is. Want ze maken wel goede sier met een kleine niche. Ja. Maar ondertussen ligt de kiloknaller ook in hun schat. Ja, heel daar moet verandering in komen. En dan moeten beleggers ook op gaan reageren. Van, hé, wacht even, dus eigenlijk een vies jongetje of meisje onder de supermarkt. Daar gaan we ons geld niet meer in steken. En toch is het moeilijk, hè? Want zelfs skip die kip, dan ben je echt aan het nemen en shamen. En dan is het nog lastig. Maar point taken, dus meer centrale leiding daar toch in merk je. Dus aan de bak, politici.
Zullen we even kijken naar de vragen? Want op Pigeonhole komt van alles binnen. We schijnen weer met wie moet je zaken doen? We moeten ons verdiepen in een nieuwe technologie, ja, blockchain bijvoorbeeld. Ja, weet je met wie je zaken doet? Dat kan van mij inderdaad. Veel kledingmerken weten nu nauwelijks meer met wie ze zaken doen. Dat is toch bizar. Omdat het zo enorm gefragmenteerd is. Kijk, blockchain is een oplossing, maar garbage in, garbage out. Je moet ook gewoon weten in de fabriek wat er gebeurt, waar je mee bezig bent. En dat is een kwestie van investeren in lange termijn relaties. En dat is eigenlijk ook iets via een jaarverslag, los van je duurzaamheidsreportage, ook je transparantie. Want je kan toch niet meer aankomen, we bestellen het ergens of wisten we niet. Het is toch niet meer van deze tijd, Michiel? Nee, dat is het. Nee, absoluut. Ik vind die supermarkten daarin wel een goed voorbeeld, wat Tjeerd net noemde. We zien eigenlijk dat supermarkten in Nederland dat nauwelijks weten. Hè? En zich ook heel erg verschuilen achter de producenten van de spullen die ze verkopen. Van, nou ja, weet je, er is een product van Unilever. Dat is verder hun zaak waar dat vandaan komt, hoe dat komt. Maar dat kan natuurlijk niet. Als je zo'n essentiële speler bent, en niet alleen omdat je het verkoopt, maar ook door jouw prijs- en inkooppolitiek enorme invloed hebt. Dus en ook dat je de wens hebt om binnen de keten uiteindelijk in Nederland en buitenland het verschil te gaan maken. Absoluut. Dan moet je ook weten welk onderdeel jij van die keten bent, toch? Ja, dus we zien daar gelukkig nu hele kleine stapjes bij supermarkten. Albert Heijn, die doet nu via onder andere technologie, laten ze zien waar een aantal producten vandaan komt. Per keten nog, hè, dus per productgroep. Maar dat is het begin. Dus we moeten inderdaad dat soort essentiële spelers in die ketens eigenlijk ook bewegen, zo niet dwingen. We hadden het net over wetgeving. Om transparant te zijn, maar ook om zelf onderzoek te doen en zelf daarover te rapporteren. Ja, en dan wordt het uiteindelijk denk ik ook weer een zaak van samen veranderen. En dat is hartstikke leuk. Zeker. Daar ben ik echt een fan van. Nee, als je ziet dat we hebben 135 merken die samenwerken aan vernieuwing. Ja. En dat is echt heel erg leuk ook. Dus het is wel degelijk iets wat geld oplevert, wat leuk is en wat moet. Twee goede voornemens voor het najaar, als we toch wat economische tegenwind gaan ondervinden. Alexander? Nou, het nieuwe normaal is wat mij betreft een... Ik ga het niet zeggen. Hè? Ja, een kledingketen. Hard onder de riem moet eruit. Rare tijd, kost €5. En het nieuwe normaal, ik weet het niet. Ja. Het nieuwe normaal is wat wij tot nu toe altijd niet normaal vonden. Dat moeten we gewoon gaan zeggen. Het is niet normaal dat arbeiders stelselmatig onderbetaald worden. Dat wij stelselmatig te weinig betalen. En ook niet gelukkig worden van wat we kopen. We willen het in Nederland niet met de zorg, het onderwijs. Het is een grote discussie. Waarom mag dat in het buitenland wel? Ja, ik zou niet weten waarom. Nee, zo is het. En we moeten ons altijd weer realiseren dat we weliswaar een klein land zijn. Maar ongelooflijk internationaal. En in een aantal ketens een hele belangrijke rol spelen. Ik zou eigenlijk de Kamer vooral ook willen oproepen, hè, want het is mooi om voor de zomer, na de zomer te praten, maar het zijn gewoon verkiezingen maart volgend jaar. Dus je hebt nog 8 maanden om die wet te krijgen. Opschieten met z'n allen. Schieten met je op. En het kan gewoon punten opleveren, denk ik. Hè? Ik denk het wel. Heldere taal voor een betere wereld, dat gaat punten opleveren. Ja. Dus niet meer wegduiken. Oh, die krijgen het druk, jongen. Ik ga jullie enorm bedanken voor je bijdrage. Want wij gaan richting thema 3. En het leuke is, jullie mogen nu gaan wisselen. Want dit is mijn brug naar de volgende gast. Ik heb thuis een jas van Koffiedik. En ik heb een jas van gemaakt van visnetten opgedrecht uit de oceaan. Het zijn allemaal ontzettend leuke dingen om te hebben. En het ook om erover te gaan praten met mensen. Het zijn conversation pieces die je aan hebt. Nou, dat was een hele soepele wissel. Maria van der Heijden, MVO Nederland, directeur. Fijn dat je er bent. Hoe heb je tot nu toe... Het wordt ook even ontsmet waar je zit. Ja. Hoe heb je tot nu toe de hele discussie gevolgd? Heel goed dat er zoveel mensen meedoen in deze dialoog. En ik ben ook heel blij dat er heel veel reacties binnenkomen. Ja. Dus het is heel goed om heel interactief over dit thema te hebben. Want uiteindelijk gaat het erom dat iedereen meedoet. Ja, en ook, dat was in deel 1, hè, dat we het er ook over hebben. Ja. Dat we praten over wat ben je aan het doen. Nou, we zijn bezig met het helpt. Ja. Dan is het ineens niet meer zo'n niche dat je uit de donkergroene kerk ineens een rare hobby aan het doen bent. Maar iedereen is ermee bezig. Nou, en de urgentie, 10 jaar lijkt lang, maar dat is natuurlijk niet lang. We zijn 5 jaar geleden zijn die doelen vastgesteld. Oh ja. En we zijn nog niet zo heel veel opgeschoten. Ik stond in 1999 op Spitsbergen met zachte gletsjers. Dus, dat is nu 21 jaar geleden. Mijn motto is haastige spoed is goed. Kijk, we gaan naar de volgende prangende vraag. En dat is nogal een grote. Welke groene en sociale impact hebben wij als Nederland... Oh, dat is trouwens één die hadden we al gehad. We gaan naar wat betekenen de SDG's en de crisis. En dat is een hele grote voor toekomstige investeringen en voor de hele economie. En dat is eigenlijk uiteindelijk weer de hamvraag waar het op uitkomt. Hè? Van hoe zit het qua economische verhoudingen, nationaal, internationaal, en wie gaat het betalen? En die vraag leek ons bij uitstek geschikt om als eerste te laten beantwoorden door de CEO van het ABP, Corien Wortman. Mevrouw Wortman, fijn dat u erbij kunt zijn. Wat hangt er achter u? Een brands? U moet even unmuten, denk ik.
Ja, waar zit het ook alweer? Ja. Goedemorgen. Ja, ik heb mij genesteld aan onze eetkamertafel met mijn thuiskantoor. Mooi. Is het een Eugène Brands of is het zomaar wat? Het is, ik zou het niet weten. Mooi. De SDG's en de toekomstige economische verhoudingen en investeringen. Wat triggert dat bij u? Mag ik even wat vragen? Want ik hoor ook de regie in mijn microfoon. En dat is heel lastig praten. Mm-hmm. Die gaan vanaf nu hun mond houden, denk ik. Kan dat... Die gaan we eraf halen. Ja, de steek van wal. Ja. Hoor je nog steeds van alles? Of? Ik hoor nu weer terug wat wij net gesproken hebben. Dus maar goed, dat terzijde. Hartelijk. Okay. Je hebt de livestream aanstaan. Die moet je even uitzetten, begrijp ik. Ik heb de livestream aanstaan. Die ga ik even uitzetten. En dan wordt alles perfect. Was het ook maar zo makkelijk met de groene wereld? Even kijken. Ja, nu val je zelf weer weg. Even kijken. Ga ik zelf weer... Ja, nu ben ik er weer, hè? Ja, je bent er helemaal goed. En hoor je niks meer? Ja, dank hoor. Dat was dus de regie hier thuis. Hartelijk dank om deel te nemen aan dit panel. En als ik dan kijk naar de vraag... wat betekent de SDG's en de crisis voor de toekomstige economische ontwikkeling? Ja, dan zie je als je naar de toekomst kijkt... dat trends zoals digitalisering, ja, die gaan versneld doorzetten... aan de ene kant. Aan de andere kant, en dat vind ik wel een zorg, verhult het ook trends. Want het gaat ineens beter met de CO2-uitstoot. Terwijl de klimaatverandering aanpakken onverminderd urgent blijft. De SDG's, die beschouwen wij toch als een gezamenlijke richtinggevende gids als het gaat om die duurzame economische ontwikkeling die eigenlijk alleen maar belangrijker is geworden ook door deze crisis. Daar hebben we allemaal een verantwoordelijkheid in. Dat kwam vanmorgen ook al langs. Dat geldt voor overheden, dat geldt voor bedrijven, maatschappelijke organisatie, maar zeker ook investeerders en wij als pensioenbelegger. En om even een kleine correctie te maken, Harm. Ik ben geen CEO van ABP, maar ik ben gewoon de voorzitter. En dat is niet zomaar iets van taal, maar ABP is veel meer dan een financiële instelling. ABP is een maatschappelijke organisatie die het pensioengeld van 3 miljoen deelnemers betreft. Ja. Belegd. En die 3 miljoen deelnemers vinden in toenemende mate ook dat die belangrijk dat die euro's ook duurzaam en verantwoord worden belegd. Aansluitend ook op de discussie van vanmorgen even kort. Wij hebben eind vorig jaar ons nieuwe beleid voor de komende jaren vastgesteld. En daar stellen we 3 transities in centraal. Als eerste de transitie naar een klimaatneutrale samenleving. De tweede is de transitie in de relatie met de schaarste in grondstoffen. En ook het thema biodiversiteit, wat onze deelnemers ook heel erg belangrijk vinden. De transitie naar een circulaire economie. En de derde is de digitalisering. En voor die 3 transities stellen wij als randvoorwaarde dat die transities op een voor mensenrechten op de werkvloer en daarbuiten ook op een verantwoorde wijze moeten worden doorgevoerd. En als je zo kijkt naar... dat heeft eigenlijk ook een hele directe relatie met de SDG's. Want dan heb je... Dus de SDG's gebruiken wij ook juist als een gemeenschappelijke taal in onze hele beleggingsportefeuille om invulling te geven aan deze transities. En ik kan je verzekeren, dat is een waar avontuur. Want CO2, dat is een duidelijke indicator, die kun je meten, dan kun je het hebben over de methode, maar daar kom je wel uit. Maar als het gaat om bijvoorbeeld circulair, wat is circulair? Wat is verantwoord circulair? Nou, dat is nog een ik noem het een avontuur, waar wij ook als pensioenbelegger nationaal en internationaal willen bijdragen en bijdragen om daar ook standaarden voor te ontwikkelen. Als wij echt invloed willen uitoefenen, dan moeten bedrijven ook als het ware een verplichting hebben om daar ook over te rapporteren. Wat is hun bijdrage? Je ziet nog
heel vaak dat bedrijven die pictogrammen van de SDG's heel mooi in hun jaarverslag zetten. Maar als je echt kijkt naar de prestaties, dan is de informatie flinterdun. Dus daar hebben we nog heel veel werk te verzetten met elkaar om dat daadwerkelijk in te vullen. En wij willen daar graag onze verantwoordelijkheid in nemen. Ja, dankjewel tot zover. Ik zat me in uw geval af te vragen. Er komt natuurlijk een behoorlijke economische tegenwind in het najaar. We hebben een nieuw pensioenstelsel tegen die tijd. Denkt u, want u bent met het ABP al jaren aan het opschuiven richting circulair beleggen, duurzamer beleggen. Wordt het niet heel moeilijk om die doelen omhoog te houden als je voelt dat de pensioenen onder druk komen te staan? Is het dan toch niet makkelijker om zo makkelijk mogelijk zoveel mogelijk geld te gaan verdienen? Nee, want wij hebben ook uitvoerig onderzoek gedaan naar allerlei studies die ook laten zien dat juist als je op een duurzame en verantwoorde wijze belegt, dat je op termijn in ieder geval hetzelfde rendement kunt halen en mogelijk ook een beter. Dus dat is ons kompas bij deze beleggingen. Mm-hmm. En nou hebben de diepe zakken van de overheid, hè, waar de vele miljarden uit gaan vliegen. De vraag is ook, vanuit een groot pensioenfonds perspectief, moeten we aan die steunpakketten ook randvoorwaarden verbinden? Wat vindt u richting duurzaamheid, inclusiviteit? Want we gaan dat geld nu tijdelijk weggeven of blijvend weggeven. Moeten we daar labels aan gaan hangen wat u betreft? Nou, u hebt daar drie Kamerleden ook in de discussie. Dat vind ik vooral in eerste instantie een vraag voor hen. Wat ik wel wil meegeven is, laten we nou niet alleen focussen op de bedrijven in de problemen en die als het ware nog extra eisen opleggen. Mm-hmm. Maar laten we ook blijven kijken naar alle bedrijven. Hè, als het bijvoorbeeld gaat om CO2-beprijzing, ja, is echt urgent dat we daar met betere regels komen. En alsjeblieft niet alleen als Nederland, maar doe dat internationaal, doe dat Europees. Want dan kun je eigenlijk dat hele bedrijfsleven meetrekken. En dat is heel erg belangrijk. Maar nogmaals, over maatvoering van eisen, daar gaat de politiek over. Waar wij wel heel scherp op zijn zelf. Want wij worden ook, wij beleggen in beursgenoteerde bedrijven die nu zeggen, ja, wij betalen geen dividend uit. Dan gaan wij wel sterk letten en dat doen we. Van ja, hoe zit het dan met de beloning van de top? De reorganisaties, gaat u reorganiseren? Ja, dan moet u ook zelf consequenties nemen. Dus dat, daar zijn wij heel scherp op dit moment. En ik denk dat dat ontzettend gaat helpen. Maria, ik kom zo bij jou. Kijk toch even naar de politiek. Er gaan miljarden de samenleving in. Moet dat gelabeld worden, Agnes? Nou, je moet in ieder geval nu al wel piketpalen daarvoor slaan. He, dat het wel duidelijk is welke richting we op gaan. En natuurlijk hebben we dat met het klimaatakkoord al gedaan. Maar als daar een schepje bovenop kan, dan vind ik dat niet verkeerd. Noem eens een voorbeeld qua schepje. Als je bijvoorbeeld kijkt naar duurzaamheidsmaatregelen over taxiën op Schiphol bijvoorbeeld, hè, van vliegtuigen. Nou, volgens mij zit het nu ergens in afspraken richting 2030. Jongens, dat kan toch echt wel een stapje sneller. Ja. Hè? Dat scheelt zoveel uitstoot. Dat vind ik wel een heel bescheiden paaltje, hoor. Ja, maar het gaat wel allemaal om heel veel pakketpaaltjes tegelijk. En die maken wel dat we een grotere stap kunnen maken. Ja. En daarvan vind ik ook belangrijk dat we dat Europees doen. Zoals mevrouw Wortman net ook aangaf. Want dan kun je echt stappen maken. We verwachten ook van de Europese Commissie in oktober dat ze gaan komen met een plan over de CO2. En als we dat doen, dan kunnen we niet alleen de 50% halen, maar de 55%. En dan gaan we echt een hele grote stap maken. En dan gaat het maken. Dus een beetje ergens op lijken, hè? Nou, lijkt me wel. Ja. Nou, we hebben die generieke maatregelen waarbij we, wat is het, 65 miljard de samenleving in kieperen. Maar wat nog interessanter is, dat zijn de afspraken voor individuele staatssteun. Voor grote bedrijven. Ja. En daar is heeft dit kabinet gezegd, individuele staatssteun kan je alleen maar krijgen als je aan wederkerigheid doet, lange termijn waardecreatie, een Rijnlands model. En dat betekent dus dat een economie van relaties voorop moet staan en lange termijn waardecreatie, geen korte termijn winst. En je ziet de dingen bij elkaar komen en, nu. En hè? Ik denk dat we daarop moeten duwen. Circulaire gedachten en ook niet alleen economische waarde, maar vooral echte waarde creëren. Ja,
En ik denk dat we wat dat betreft leven in een tijd van kansen. Ja. En als het kabinet haar eigen brief serieus gaat nemen en deze afspraken gaat maken met bedrijven die nu individueel komen aankloppen bij het kabinet, dan denk ik dat we hier echt iets aan doen zijn. En dat is moeilijk, hè? Als je thuis zit en je kijkt misschien mee en je denkt van ik ben baanzaam op de tocht of ik ben hem al kwijt en dan moeten we kansen zien. Dat is altijd heel moeilijk. Maar we moeten het blijven proberen te doen, denk ik. Uiteindelijk gaat het ook om behoud van banen. En die banen behoud je op de lange termijn, wanneer je ook die lange termijn waardecreatie voor ogen hebt. Zo moet je het wel zien. Ja. En niet de korte termijn. Zullen we even één vraag voor mevrouw Wortman doen? Uw ABP-investeringen in fossiel zijn kwetsbaar en niet in lijn met de SDG's. Ook in deze coronaperiode motiveert deze periode u nog scherper te kijken naar uw fossiele beleggingen? Ik vind het een goede vraag. Dat doen we. We hebben ambitieuze doelen gesteld voor 2030 al als het gaat om de afbouw van kolen die gebruikt worden voor de productie van energie. En we gaan daar ook nog verder in de komende jaren, want wij hebben onze handtekening gezet onder het ook de financiële, dat de financiële sector moet bijdragen om het klimaatakkoord te realiseren. Mm-hmm. Dus in 2022 kijken we daar opnieuw naar. En we investeren veel in verduurzaming, circulariteit. Want je moet het ook mogelijk maken, je moet het ook betaalbaar maken. Hè? Als we kijken naar de rapportage van het CBS, dan zie je dat betaalbare duurzame energie in Nederland een probleem is. Dus we investeren ook in innovaties, in start-ups, want je moet veel innovatiever nog zijn. Het is heel makkelijk om te zeggen, doe het allemaal maar niet meer. Maar je moet het ook mogelijk maken om uiteindelijk ook voor gezinnen betaalbaar over te gaan op duurzame energie. Ja, en ook daar willen we aan bijdragen. Mooi. En u heeft niet stiekem toen de olie op min 40 stond heel veel hectoliters olie achter de hand gehouden, hè? Wij gaan als bestuur gelukkig niet over individuele beleggingen, dat doen onze experts. We hebben wel een hele actieve en intensieve dialoog met maatschappelijke organisaties, waaronder ook die bij u aan tafel zitten, om uiteindelijk ook ons scherp te houden dat we ook echt de goede kant op gaan. Heel mooi. Ja, soms levert een flauwe opmerking een heel zinnig antwoord op. Maria, ik wil even naar jou toe. Hoe kijk jij naar deze hele situatie waar we in zitten? Met name die hele coronacrisis die laat zien dat de maatschappelijke kosten soms heel scheef verdeeld zijn. Hè? We hebben nieuwe vitale beroepen. Die moeten ineens meer verdienen. Wie gaat dat betalen? En leggen we, als je dat doorvertaalt, de risicokosten niet te veel aan het begin van alle ketens? Ja. Nou, dat maakt deze crisis heel erg duidelijk. Dus eerder al gezegd dat de kwetsbaren hier het meeste last van hebben. Mm-hmm. Maar in Nederland, vitale sectoren als zorg en onderwijs zijn gewoon onderdeel van de economie. Dus wat we feitelijk nog te weinig doen, is die economie vanuit de nieuwe waarden zeg maar duiden. Dus waarin je mens en milieu als een waarde meeneemt. En Corien Wortman zei net ook, we moeten veel duidelijker gaan rapporteren. Niet SDG-icoontjes in een jaarverslag zetten. Maar werkelijk laten zien wat je impact is op mens en milieu. En misschien wel een soort geluksicoontjes erbij. Van dankzij ons product, en het is niet een snel kapot gaan stukje speelgoed uit China, maar iets wezenlijks, zijn we gelukkiger geworden. Dat zijn hele goede dingen. Nou ja, zeker weten. Geluk is een hele belangrijke indicator. Maar het gaat mij er echt om dat bedrijven, want ik zit hier namens het bedrijfsleven, mm-hmm, die echt eigenlijk al bezig is, hè, met die beweging van die nieuwe economie, dat die waarden op mens en milieu veel duidelijker gerapporteerd worden. En dat we dat laten zien. En dat betekent ook dat we in handelsketens transparant zijn. De suggestie die nog voorbij kwam was om blockchain toe te passen. Ja. Ik denk dat we echt alles nodig hebben om die SDG's te gaan halen. Want we hebben met elkaar een hele mooie wereldagenda. Maar het betekent allemaal wel dat we heel erg veel gaan doen en dat we dat concreet invullen. En ieder op zijn of haar manier. En ook oud slecht gedrag heel snel afleren. Hè? Ja. Dat moet wel betaalbaar blijven. En ten aanzien van slecht gedrag zeggen wij bijvoorbeeld van, ja, ga nou echt het belastingssysteem in Nederland aanpassen. Hè? Ja. Zorg dat de belasting op arbeid naar beneden gaat. Meer handen aan het bed. Meer onderwijzers voor de klas. En zorg dat de belasting op vervuiling en impact op milieu omhoog gaat. En op leuke, slechte dingen, suikers en andere narigheid kan omhoog. Ja, dus met belasting kun je enorm sturen. Ja, en ja, we hebben een verouderd belastingssysteem. Daar moeten we naar kijken. Weer een taak voor de. Noteren jullie even mee, want jullie hebben het heel druk de komende tijd. Mooi. Dan wil ik uiteindelijk nog één ding van je weten. De beleidscoherentie, want die term die valt vaak. Hè? Ja. Zie je dat voldoende terug nu in de aanpak van de coronacrisis? Nee.
Nee, als we alleen al zeggen... Kijk, ik zie de coronacrisis en alles wat we al afgesproken hebben. SDG's, klimaatakkoord, grondstoffenakkoord, maatschappelijk verantwoord inkopen door de overheid. Er is al een hele duidelijke agenda om ook nu ten aanzien van staatssteun te zeggen van, hey, die voorwaarden hebben we al lang gedefinieerd. Dus ik zie het als de prijs van 2 voor 1. Dus je moet nu dat integraal meenemen. Het is onmogelijk dat je nu zegt, we gaan 80 miljard uitgeven. Ja. Die niet in lijn zijn met alles wat al afgesproken is. En daar spreek ik en kijk ik wel heel erg naar de overheid. Dat dat integraal meegenomen wordt. Om in één keer de goede stap te zetten. En ik kan het doen niet met alle 80 miljard. Want ik hoorde ook net, bedrijven die het dan moeilijk hebben, moet je gewoon soms ook een tijdelijk steuntje dat was geven. Dat was de eerste fase. Ja. Maar nu voor het tweede steunpakket hoop ik echt dat er in lijn met alles wat al afgesproken is, geïnvesteerd gaat worden. En natuurlijk werkgelegenheid is superbelangrijk, maar investeer gewoon in groene en sociale banen. Ja, laten we zo even wat vragen voor jou uit de pigeonhole gaan bekijken. En dan kom ik daarna bij de politiek nog. We hebben hier, hoe kunnen we de COVID, welke is goed? Hoe zouden we het bedrijfsleven, het MKB, meer kunnen betrekken bij de SDG's die niet milieugerelateerd zijn? Zoals no poverty, no hunger, equality. Nou, je kent al die dingen. Gelijke kansen voor vrouwen en meisjes. Nou ja, kijk, die rapportage vandaag laat ook zien dat we op milieu in Nederland het ook helemaal nog niet zo goed doen. Nee. Dus SDG 13 zijn we hekkensluiter in Europa. En ten aanzien van bijvoorbeeld SDG poverty, ja, in Nederland doen we dat goed. Maar internationaal vind ik dat we een enorme verantwoordelijkheid hebben. En wij werken met die koplopers, dat MKB. We werken heel erg aan transparantie in de keten. Dus ik ben het helemaal eens dat we het MKB hier enorm bij kunnen betrekken. En een rol kunnen geven. En ook bij het MKB in de rapportage we nog meer moeten kijken naar van wat doe jij nou op die waardes als mens en milieu. En ook weer transparantie in die hele keten. Hè? Zeker. Want zo gauw die MKB-bedrijven in het buitenland ook verschil kunnen maken. Ook bijvoorbeeld voor meisjes en vrouwen. Dan gaan de andere dingen ook weer omklappen. Ja, dus we hebben dit zelf gemeten, hè, met de nieuwe economie-index, de NEX. En daar zien we dus dat die transparantie met name helemaal nog niet zo goed is. Ook niet bij het MKB. Dus ik wil heel erg pleiten. Die SDG is de wereldagenda. We hebben in Nederland echt ook nog stappen te zetten als bedrijfsleven. Mooi. Punt genoteerd. Ik wil even naar Tjeerd. Hang jij nog, Tjeerd? Nee. Tjeerd is vertrokken. Die hoorde de bel. Die dacht, ik ben weg. Ga ik even naar Agnes en Apple. Even jullie slotconclusies op vandaag. Nou, ik denk dat corona een kans voor ons allemaal is. Hoe moeilijk dat nu ook is. Hè? En ook zeker als je persoonlijk kijkt. Een vader die in een verpleeghuis zit, die je van achter het raam moet bekijken. Dus ik hoop ook dat we gewoon ook kijken van hoe gaan we met elkaar als samenleving deze stappen zetten. En daar hebben we iedereen gewoon heel erg hard bij nodig. En laten we kijken dat we met de bouw aan de slag gaan, dat we dat duurzaam doen. Ja. Dat we die onderdelen die we terug kunnen halen qua productie naar Nederland, waar we dat ook nodig hebben in die hele keten, dat we die ook terughalen. En ook weer iets terug voor het buitenland dan? Ook, dan stort je die weer in de armoede. Wij moeten dat met elkaar doen. Ja. Hè? En dat heeft dus ook alles met die grondstoffen te maken. En laten we dan ook kijken waar we stappen kunnen zetten op investeringen voor hernieuwbare, duurzame energie en klimaat. Mooi. Eppa? Ja, ik denk dat we ons met z'n allen moeten realiseren dat je alleen managt wat je meet. En daarom zijn die SDG's zo belangrijk. Het gekke is dat financieel kapitaal, dat meet je heel goed. Maar sociaal kapitaal, natuurlijk kapitaal, menselijk kapitaal, dat zijn de echte dingen die je nodig hebt. En leuk is dan, want als je het helemaal gemeten hebt, dan heb je ook nog iets als weten is meer dan meten. Zeker. Dat gebeurt dan weer. Dus dan kan je ook als politiek gaan handelen zodra je het meet. En dan weet je ook of je het goed doet. Ben je een beetje positief over het najaar, toch? Ik denk dat we een hele zware tijd tegemoet gaan. En ook in Nederland, maar ook op andere continenten. Ik ben daar niet positief over. Nee, maar wel vastberaden. Nou, we moeten er doorheen met z'n allen. En laten we er dan alsjeblieft iets goeds van maken. Ja. Hebben we nog een vraag? We mogen nog een vraag. Zitten jullie vanavond ook eens bij Op 1 of bij het journaal? De SDG's een hele goede vraag. Nou, ik kan vanavond eventueel wel. Jij bent veel meer van de SDG's nog. Dus misschien moeten we samen bij deze open sollicitatie aan Op 1. Als je op tijd belt, zul je even uitleggen hoe het verder moet met het land. Dus dat is ook wel eens nuttig. Zullen we een heuse directeur SDG's vragen om de vervolgstappen een klein beetje te schetsen? En hoe nu verder? Want dat zijn toch de grote vragen om gaat. Marijse Oosterman, ben jij ergens op een scherm te zien? Zij komt eraan. Zij is nu haar mute-knop aan het zoeken. En dan, als het goed is, dan ploft zij
zometeen in beeld. En ja, dat zijn uiteindelijk de dingen waar je naartoe werkt. Hè. Maar dat is denk ik wel wat een hele goede vraag. Dat wat we met z'n allen willen. Hè. Ja. Dat we nu met 900 mensen, geloof ik, virtueel aan het delen zijn. Dat we dat groter maken. En ook op televisie. En zichtbaar. Die doet het. En daar is Maresa. Maresa, aan jou de vraag. De vervolgstappen. Hoe nu verder? Ja, Harm, dankjewel. We hebben natuurlijk vandaag ontzettend goede discussies gehad. Heel veel mooie ideeën. Ook een hele levendige chat. Ik zie mezelf enorm in de vertraging. Ik hoop dat jullie mij ietsje sneller zien. We zien je heel goed. Oké, gelukkig. Dus wat ik heel graag wil doen is kijken hoe we samen met jullie hierop kunnen voortbouwen en op kunnen doorpakken. En daarvoor wil ik jullie voor drie dingen uitnodigen. Ten eerste de SDG-allianties. Rondom elke SDG hebben we een alliantie gevormd. Van sleutelfiguren. Als je mee wil denken over een SDG, dan kun je daarbij aansluiten. Bijvoorbeeld over biodiversiteit, waar het vandaag over ging. Of over inclusiviteit, of over onderwijs. En die allianties die maken voor elke SDG plan van aanpak. En al die plannen van aanpak brengen we weer bij elkaar in een routekaart. Op die manier hebben we toch een soort plan voor Nederland om de SDG's ook daadwerkelijk te gaan halen. Want wij maken dat plan vanuit het SDG Nederland netwerk, het maatschappelijk netwerk, omdat er vanuit de overheid nog niet zo'n plan ligt. Dus vandaag hebben we wel teruggekeken op hoe doen we het nu, maar hoe gaan we nou de komende 10 jaar de SDG's echt halen? Daarvoor is vanuit het kabinet nog geen plan. En wij willen dat wel echt heel erg graag, want wij doen ons best, maar we hebben de overheid natuurlijk heel hard nodig. Dus we hopen dat de overheid ook nu die handschoen op gaat pakken en dat plan gaat maken, ook omdat dat plan ons natuurlijk een wegwijzer kan zijn uit deze crisis. Of zoals minister Kaag zei, we kunnen benutten voor een koersverandering. Ja. Dus dat is het eerste. Je kunt je aansluiten bij een van die allianties als je dat wilt. Het tweede is dat we de discussies die we vandaag gevoerd hebben ook veel breder willen gaan voeren. Met een veel breder publiek. Ook daarvoor is iedereen welkom. En dan kunnen we bijvoorbeeld verder spreken over de dingen waar we het vandaag over hadden. Zoals andere vormen van financiering. Zoals het echt verankeren van basisvoorzieningen. Je ziet nu in Nederland dat zorg en het onderwijs en werk heel erg onder druk staan. Je ziet dat nog vele malen erg in ontwikkelingslanden. Dus juist door corona zien we hoe ontzettend kwetsbaar onze basisvoorzieningen zijn in Nederland. Mm-hmm. En ook vooral in andere landen. Dus hoe kunnen we met z'n allen daaraan werken, kan een van die discussies zijn. We willen daarmee graag een platform bieden voor ideeën hierover die in allerlei verschillende hoeken opkomen. Drift bijvoorbeeld heeft al hele mooie ideeën daarover ontwikkeld. Er zijn nog andere manifesten en petities. We hopen dat de parlementariërs zich ook weer aan zullen sluiten. En de mensen die verkiezingsprogramma's schrijven. Maar natuurlijk ook bijvoorbeeld bedrijven, NGO's, gemeenten. De bedoeling is om dit echt in een heel breed gezelschap te bespreken. We willen het daarom bijvoorbeeld ook doortrekken naar scholen, deze discussies. Omdat, zoals ze terecht hebben opgeschreven zelf in de rapportage, de SDG's een investering zijn in hun toekomst. Nou, ten slotte het derde punt, Harm. Ik hoop dat we allemaal weer bij elkaar kunnen komen op 25 september... op SDG Action Day. Dat doen we ook weer online. Iedereen is ook welkom. Het thema is dan The Decade of Transformation. En dan gaan we verder met deze grote vragen die we daar ook weer terug bij elkaar brengen. Welke transities hebben we nodig en hoe gaan we die aanpakken? Maar daarnaast gaan we ook in op de kleine vragen. Wat kan ik zelf doen, hè? Zoals minister Kagel aangaf. Ja. En dit natuurlijk alles onder het motto van jou, Harm. Liever samen veranderen dan in je eentje doormodderen. Nou, dankjewel. Wat een prachtige samenvatting. Marijse Oosterman, dankjewel. We zijn door de tijd heen en ook door de onderwerpen, denk ik. Er was al zoveel informatie. Dus iedereen hier in de studio, dank jullie wel. Alle kijkers, dank jullie wel. Alle organiserende clubs, dank je wel. De chat blijft open tot 12 uur. En we gaan de vragen een beetje verzamelen. En alle zinvolle vragen gaan we proberen van een goed antwoord te voorzien. Ja, dan ben ik er doorheen, zeg ik nog op geheel persoonlijke titel. Blijf gezond allemaal en die betere wereld die gaan we maken, crisis of geen crisis. Tot de volgende keer. Zo.